Hoppa! Ladies and gentlemen, welkom bij de stream. Yo, yo, yo. We gaan vandaag only up doen met een challenge met Rob. Ah, nou wordt het pas echt spannend. Hop, hop, ti-ta-ti. Goedenavond, Bert. Hallo, Daan. Hey, Jos. Oh, yeah, yeah. What's up, man? My boys. Ik ben trouwens hier helemaal niet alleen, want ik ben hier met de enige echte Rob. Dat staat natuurlijk ook in de titel. Rob, hoe is het, jongen? Ja. Nou, heb je er zin in? Nee. Nee, ja, ik eigenlijk ook niet. Ik moet heel eerlijk zeggen. Doe even allemaal duimpjes omhoog als je dat niet hebt gedaan. We gaan vandaag iets verschrikkelijks doen. Echt verschrikkelijks. Mensen die weten nog niet wat voor verschrikkelijks we gaan doen volgens mij, maar het is echt verschrikkelijk. Voor de mensen die niet weten wat het is, Only Up is gewoon omhoog klimmen. En dit is de game. Ik zal hem laten zien. Ik ga even kijken hoe ziet de cam eruit. Oké, die chat is leuk, maar dat is gewoon te veel in beeld. Dus die gaat voor nu eventjes uit beeld. Jullie zien hier Rob's beeld. Links onder mij. En mijn beeld zit ook nog zo meteen in beeld. Kijk eens even aan. En Rob en ik gaan samen de challenge aan. Om gewoon omhoog te lopen. Gaan we weer vallen? Ja, we gaan weer vallen. Wacht, bij jou regent het. Ik ga jouw geluid even uitzetten. Ja, maar ik ben ook nog even dit op Windows dempen. Zo. Als het goed is, merk jij hier niks van. Zo. Oh, ik hoor bij mij ook regen of zo? Oh, bij mij regent het ook. Ik hoor bij mij gewoon de regen. Waarom loop ik in slow motion? Dan heb jij je rechter muisknop ingedrukt. Nee, die heb ik dus niet ingedrukt. Oh. Wat? Oh, nu is het goed. Door het al tabben. Heel eerlijk, ik denk dat Rob gaat winnen. Ja, hey, Turtle, ik denk dat dus ook, hè. Ik denk dus dat Rob ook gaat... Ik ga eerst even uit die regen weglopen. Wat een kak, hé. Hey. Hey, een lift. Maar weet je wat het is? Het is gewoon verschrikkelijk. Je moet in de focus zijn voor deze game. En we gaan omhoog klimmen. En wie gaat er eerst eerder rage quitten? Het is aan jullie de eer. Jullie mogen het nu zeggen in de chat. Wie gaat er eerder rage quitten? Is het Rob of ben ik het? Er is een glitch om direct boven te komen. Ja, nee, maar dat maakt niet uit. Wij gaan gewoon lekker klimmen. Wij gaan legit. Mm-hmm. Wij gaan gewoon legit klimmen, jongens. En we kunnen af en toe even naar Rob overswitchen. Naar mij overswitchen. Want ik kan dan gewoon zeggen van... Weet je, even kijken wat Rob aan het doen is. Kijk, nu kunnen we gewoon zien wat Rob aan het doen is. Rob, loop eens even een rondje als je wil. Kijk, daar loopt Rob hoor. Ja, zie je, ja. Dus die kan gewoon lekker zijn rondjes lopen. En die is gewoon lekker aan het klimmen en aan het klauteren. En die komt er wel, zeg maar. Zo. Drama. Nee, joh. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb ook wel vertrouwen in jou, Rob. Het gaat echt wel goed komen. Ja, nou ja, jij hebt het al 100 uur gespeeld. Ik heb het 1 uurtje gespeeld. Oh, nou ja, 60 minuten. Ik heb 7 minuten. Nou ja, het is gewoon klimmen, rustig. Oké, nou, Rob, laten we maar gewoon starten bij de Only Up bord. Oh, wacht, ik heb een idee. Loop achter het gebouw. Dan kun je met de lift al een stuk. Of, nee, we gaan helemaal lopen. Nee, gewoon lopen, legit. Oké, nou, we gaan even naar die boot toe. Naar die boot? Naar de boot? Oh ja, ik ben al gestart, zeg maar. Hier heb ik een kind, die schop ik nu neer. Hier is er nog een kind met een voetbal, hoi. Waar ben jij dan nu, ongeveer? Nou ja, ik... loop nu naar het grote gebouw. Oh ja, daar zie je wel een boot misschien. Oh, er zijn meerdere grote gebouwen. Oh, jij gaat naar het gebouw met de buizen. Ja, ja, ik zie het. Nou, dan gaan we, Rob. Let's go. Jongens, welkom allemaal bij de stream. We doen af en toe even een pauze, Rob. Een adempauzetje gewoon, weet je wel. Ja, even de Ritalin naar binnen. Ah, weet je? We hoeven ook niet te hard. We kunnen ook gewoon relaxed, rustig lopen. Dit is gewoon omhoog klimmen. Doe het duimpje al omhoog, jongens. En wens ons even sterkte, want dit is echt verschrikkelijk. En... ik weet niet hoe lang we doorgaan, maar we gaan gewoon een poosje er tegenaan en we gaan zien hoe ver we komen, oké? Men zegt dat je in een uurtje ongeveer boven kan zijn.
Ja, maar ja. Dan moet je wel de shortcuts weten, denk ik hoor. Dat denk ik ook. En ja, ik weet geen shortcuts, kan ik je vertellen. Ik ook. We zijn natuurlijk wel echt pro. Michael, dankjewel voor je donatie. Goedenavond, man. Welkom bij de stream. Leuk dat je er bent. Het wordt weer kontknijpen vandaag. Voor de mensen die willen weten wat de game precies inhoudt, Rob en ik moeten gewoon omhoog klimmen. En dit is eindeloos omhoog. Tenminste, er is een eind. Als je naar beneden valt, je kunt niet naar een checkpoint. Dus als je valt, moet je maar zorgen dat je weer op een trappetje landt of zo, dat je weer omhoog kan klimmen. Als je naar beneden valt, ben je dus weer helemaal beneden, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En that's when the rage quitting starts. Nou, ben ik nou een rondje van de zaak aan het lopen al? Ja, Rob weet nu al beter waar die heen moet, hoor. Nou ja, ik begin gewoon vooraan en ik zie wel... Oh, ik ben er wel omhoog aan het lopen. Had jij hem ook al een keer dat je viel? Ja, ik viel naast de trap. Oh man, ik viel serieus al bijna. Ik moet even wennen. Getting over it. Ik moet even wennen dat je muisknop in moet gedrukt houden om normaal te lopen. Een slow motion? Nee, slow motion is rechter muisknop en normaal lopen is linker muisknop. Oh, dat wist ik niet eens. Hier, zie, jij weet alweer meer. Ah, nee, niet die buizen, jongens. Dit is een soort doolhof. Dit is verschrikkelijk. Ben je daar al? Ja, daar al. Ik loop rustig door, Rob. Weet je, ik ben een speedrunner, hè. Dat weet je. Ik ben een keide speedrunner. Oh, ik ben ook bij de buizen. Michael. Super bedankt voor je support. Ah, je bent gewoon vlakbij. Ja, Rob gaat gewoon winnen, jongens. Ja, de beddengebruiker gaat veel sneller. Het is goed met jullie. De beddengebruiker gaat ook veel sneller naar beneden, kan ik je vertellen. Dat is echt verschrikkelijk gaan, de beddengebruiker. Oh, kijk maar in slow motion hier de hoek omlopen. Gewoon omdat ik zo bang ben om te verliezen. Of om te vallen gewoon ook. Ja. Het is echt vreselijk dit, jongen. Mijn computer zit te blazen altijd bij deze game op een manier. Ja, ik hoorde hem ook. Ja, dat is verschrikkelijk. Man, waar moet ik nou heen? Oh, jongens, ik ben nu een beetje bang. Wat zit jij van het uitzicht te genieten, Rob? Ja, mooi, hè? Ik doe gewoon lekker easy, rustig. Ja, ik ook. Oh, nee. Waar ben ik nou dan? Want ik moet hier niet heen, denk ik. Ik heb niet het gevoel dat ik hierheen moet. Ik loop alweer verkeerd. Oh, ik moet een jump maken, denk ik, Rob. Ja, je laptop ontploft door deze game. Dat zou kunnen in ieder geval. Oh, maar dat lopen is wel echt een stuk beter inderdaad. Dat wist ik niet eens dat het bestond. Oh. Ik was alleen maar dat speedrunnen gewend natuurlijk, hè, van mezelf. Weet je de weg al, Rob, van het buis lopen of niet? Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Ik loop altijd gewoon ergens heen. En dan zie ik wel waar ik sta. Maar ik denk dat ik hem heb. Ja. Ja, ik denk dat ik verkeerd ben. Ja. Yes, yes. Operatie achter, aan de knie achter de rug. Wat moet ik doen? Ja, Kroompie live kijken natuurlijk, hè, noobs. Beterschap met je knie, man. Ik zal eens even laten zien hoe ik hier smooth. Wil het erop? Leef je nog? Nog wel. Mijn enkeltjes zie je ook zo dubbel gaan bij die pijp. Dit is echt verschrikkelijk. Oh, man. En dit is nog maar het begin. Moet je nagaan als je daar boven bent, Rob. Dat is echt... Ben je wel eens hoog geweest dan de buizen? Ik ben nog niet bij de buizen geweest. Nou, dus wees blij, want dan weet je niet hoe beroerd het boven is. Dan kun je gewoon alleen nog maar genieten nu van dit makkelijke. Hoppa, en weer door. Kijk, ik voel me nu al een speedloper. Oh, jij loopt maar lekker speed. Ik doe zonder speed. Ja, ik loop rustig, want als je hier naar beneden valt, dan lig je meteen weer helemaal beneden. Kijk, White Tiger, die is weer ongeduldig. Die zit te zeggen, hey, ga weer sprinten, joh. Hey, hij is €6,95 de game nu op Steam. Download hem zelf en ga lekker sprinten. Ha! Rob, ik ben bij een trein. Bij een trein? Ja. Dan ben je al een heel stuk omhoog. Ja, ik kan de bed hier pakken, maar dat ga ik niet doen. Oh man. Nou, weet je wat het is? Ik kan nu wel echt een voorsprong op Rob pakken. Ik heb hier nog voor. Maar ik ga zo meteen sowieso vallen, jongens. Dit gaat echt gewoon gebeuren. Ah. Let's go. Waar is onze Rob? Laten we even snel kijken waar onze Rob is. Oh, Rob die loopt lekker op de buisjes, joh, Rob. Ja, joh. Ik hobbel gewoon lekker door, hoor. Ja. Ja, dat gaat hartstikke goed. Ah, Rob die loopt lekker, hoor. Kijk hem eens gaan. Ja, weet je wat ik kan jouw beeld inderdaad iets groter maken als ik gewoon het wat smaller maak. Want het maakt toch niet veel uit. Je klimt een bepaald stuk.
Zo. Oh. Zo kunnen mensen nog beter Rob zien. Kijk eens aan. Dit is toch perfect. Oké, snel. Show must go on, jongens. Want die Rob komt alweer veel te dichtbij. Die zit alweer op buisjes te klimmen. Is dit dan? Oh, 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 nee. Oh, 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 nee. Je hebt hem al. Wat een save. Ik zat even niet op te letten. Ja, je moet echt de puur focus erbij. Dit is ook echt zweethanden gewoon. Oh, man. Ja, had ik die talkpoeder nou maar niet onder de okseltjes gesmeerd, maar gewoon onder het balletje en onder de handjes. Ja, je hebt echt talkpoeder op je handen nodig, hoor. Oh, jojoj. Oh, man. Ik denk dat ik straks een nieuwe muis nodig ben vanwege waterschade. Oh! Oh! Oh, man, I got him! Oh. Oh, ik denk, neem de shortcut even, maar... Ik heb nu echt zweethanden al. Oh, dit ging goed. Dit ging goed, jongens. Holy shit. Wat heeft iedereen gegeten? Ik heb rode biet op met een gehaktbal en aardappelen. Jij daarop. Pizza. Pizza? Pizza. Zo, lekker. Ja, ik weet dat normaal donderdag is pizza dag, maar ik dacht... Ja. Joh. Ja, nee, ja, bedoel, je kan nu ook al wel. Hoe kom... Ah, nee. Wat? Ik ben ja. Ja, je moet een andere buis pakken. Ah, nee. Ja, vraag me niet welke. Ah. Oh. Ja, je kunt oorpiep krijgen van mij, oké, jongens? Ik soms... Maar ik kan rustig aandoen. Macaroni met kaas en ham. Bonenschoteltje, worst, aardappelpuree. Dubbele portie patat pinda. Zo, lekker, lekker, lekker. Hoe kom je daar? Die buis daar, die je naast je omhoog ziet lopen. Dan moet je even een andere buis oplopen en dan spring je op die buis. Dus je moet echt van een buis naar een buis springen, zeg maar. Oh, wat fijn. Ja, ja, nee, dat komt goed, want ik val toch zo meteen een keer. Dikke diarree. Oké, anchovies, dat kan. Ik bedoel, ieder zo zijn ding. Romo, ga jij vallen? Iedereen valt in dit spel, dat is het hele probleem. Je valt sowieso een keer. Ik ben bij de windmolen geweest, erg hoog hier in de lucht. Dat deed me al verdriet toen ik daar naar beneden viel. En ik viel helemaal naar beneden, dat was echt verschrikkelijk. Ik wilde toen ook het spel niet meer aanraken, maar... Ik dacht, oké, samen met Rob durf ik het nog een keer aan. Weet je, dan kun je de pijn delen of zo. Als Rob dan valt, dan voel ik zijn pijn. Maar dan kan hij nog naar mij kijken, dan ben ik nog ver. Oh. Het geeft je extra moed of zo, weet je wel. Het geeft de burger moed. Lasagne gegeten. Ik ben nog aan het eten, lekker mees. Ik wil altijd snel met de game. Ja, je moet niet als GTA zijn, zeg je. Dit is ook geen game voor Mark, gok ik. Als Mark dit gaat spelen, dan gaat het geheid fout. Je moet echt geduld hebben soms. Maar Rob heeft geduld. Ja, ik doe het zelfs op slow motion. Het is only up, need to get it down. Nee. Ik ga gewoon kaart sprinten, Rob. YOLO. Ja, ja, la, ho, la, 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 la. Oké, nou, nu moet ik hier weer oppassen. Want weet je, je kunt jezelf ook de vingers in snijden, hè? Als je denkt dat je cool bent, heel hard gaat rennen, dan gaat het juist fout. Dus wel cool dat als Mark zou spelen. Ja, Mark valt en dan sluit hij hem af. Dus dan heb je niks, geen... Nee. Oh, wat doet mijn gast hier, jongen? Yo, wat doe je? Nee. Oh, wat doe je, jongen, gast? Wat doe ik? Oké, ik zal heel even kijken of ik je kan helpen een beetje. Ja, eigenlijk wil ik je niet helpen, want het is nee, natuurlijk een challenge, niet. Hè? Moet je ook niet doen. Ja, hier die buis voor je, die moet je hebben. Die daar omhoog slingert als een twister. Ja, die daar. Ja, die helemaal omhoog slingert. Dus eigenlijk moet je heel simpel hier een aanloop nemen, sprint, daar naartoe springen. Maar je hebt ook wel veiligere plekken waar je er naartoe kan springen. Ja, ik zit al even te kijken. Ja, ik zal wel even kijken. Ja, dat is op zich wel handig. YOLO! Oh, oh! Wat? Oh my god, Rob. Dat... Ja. Oh, yeah. Ja, je staat nog op de buis. Ja, nee, maar... ja, ik zie op de grond, dus... Ja. Ik ben nog niet heel hoog. Even zwaaien naar Rob. Rob staat hier ergens beneden op die buis, helemaal onderin. Ja. Man. Oh, dit is echt... Je moet gewoon kijken naar welke buis het meest dichtbij je die ene buis komt. En dan kun je van die buis gewoon naar de overkant springen. Nou, ik pakte gewoon meteen de linker buis. En dan kun je door. Wat een
drama. Nou ja, komt goed, Rob. Ik bedoel, je kunt nu die buisje teruglopen, denk ik, wat je moet doen. Ja, daarheen. Ja, ik zat al te kijken. Oh, nee! Oh, je bent weer gesaved! Oh, yeah. Oh, holy yeah. Crap, man. Rob, die saved alles hier. Skills, jongen, skills. Jeetje. Ja, kom het zijn wel skills, zeg maar, op, nog op de kinderschool, maar... Kom door lekker mijn, bezig. Kom door mijn astronautenhelm, hè, dan zweef ik wat beter. Ja, dat is het, ja. Nou, dan sprint ik lekker door, Rob, want ik ben bij de olifant. Dit is Jos. We zijn bij Jos de olifant, jongens. Josje. Ja, Jos, jongen. Yes, it feels good. Yo, man. Hij zegt dat ik het niet ga halen, dus ik ren snel door, want ik wil het wel halen. Alright. Yo, wat? Ik spring achteruit hier naartoe. Hoppa, jongens. Kijk me, gone! Hup! Oh. En... Hup! Hup! Hey! Nee! 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 Oh! Hoe kon dat dan? Hij pakte gewoon niet, jongen. Oh, ik heb geluk hier, jongen. Ik heb geluk hier. Oh. Kijk, zie je? En dat bedoel ik dus met sprinten. Als je sprint, dan glitst die game alle kanten. Je kunt beter gewoon niet sprinten. Ik weet niet waarom ik hier achterop op klim of zo. Daar kan oh, man. Heen. Dit is echt verschrikkelijk. Maar gelukkig kan ik ook af en toe naar links kijken. En dan zie je rustiger op. Rustiger op. Ja, dat voelt gewoon weer goed. Gewoon dat je denkt, ah, oké, dit gaat wel goed. Zo. Oh. Ja, Rob, die wint straks nog als hij hier beneden staat. Want jij dondert dan weer helemaal naar beneden. Ja, maar wedden dat een keer gaat gebeuren. Weet je, we weten toch dat dit fout gaat een keer. En dan val ik helemaal naar beneden en dan sta ik gewoon weer naast Rob. En dan heb ik al dit voor niks gedaan. Maar goed, weet je, Rob, jij kan ook nog vallen. Dus... Ja. Ja, daarom. Oh! Oh! Oké. Het gaat goed. Mijn toetsenbord reageert alsof ik gewoon bijna... Ja, dit is echt verschrikkelijk, dit spel. Het is ook gewoon helemaal niet af of zo. Zo voelt het in ieder geval. Het lijkt soms echt dat het helemaal niet af is, jongens. Hoeveel kijkers hebben we eigenlijk? Ik kan niks zien omdat nu die scherm daar staat voorop. Welkom alle kijkers. Ik ben blij dat jullie er zijn. Wil je even een duimpje omhoog doen? Want dat zou fijn zijn. Weet je... Een duimpje op zijn tijd. Oh, dat doet me goed. Toch nog 220 mensen die kijken naar dit fantastische gamepje. Nou, cool, echt? Kijk. Ik ben gewoon maar weer op het beginpunt. Ja, dat is ook goed. Nu kun je gewoon weer... Nee, want ik sta weer bij dat plateau waar ik net vertrokken ben. Oh, ja, oké, okay, je moet links. Je bent gewoon een rondje gelopen van de zaak. Ja. Je moet ergens middenin gewoon, of een beetje aan de linkerkant, als je ervoor staat op het begin. Oh, oh. Oh man, ik ben echt een scheidend in het spel, jongens. Sorry, maar... De druppeltjes voel ik inmiddels ook onder mijn oksel, maar... Ja, dat begint lekker al, hè? Oké, het gaat goed, jongens. Het gaat goed. Oké. We kunnen dit. Oh! Hier ben ik ooit naar beneden gevallen. En toen ben ik hier opgeland. En toen ketste ik weer verder. En toen moest ik weer opnieuw. Dus dit is een pijnlijk gedeelte voor mij, oké? Oh, gelukkig. Je knie is sinds donderdag weer dicht. Oh, wat is dit nou? Waarom stopt mijn poppetje met lopen, joh? Oké, ik ga heel even kijken of ik Rob hier kan helpen, een zetje. Als je hier omhoog klimt, Rob. Op die buis sta je dan. Kijk, die buis moet je hebben daar links van je, denk ik. Die daar omhoog gaat. Zie je dat? Zo toek, 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 ja. Trapgewijs. En dan kun je op die buis hier boven je klimmen. En dan kom je bij die slinger. Oh ja. Nou, dan gaan we maar, hè. Ja, ik ga jou helpen nu. Nah, ik ga Rob helpen, let op. Ik zeg welke buis je moet pakken. Tenminste, hoe ik het deed net. Ik zeg niet dat het... op mijn manier werkte het. Ja, kijk eens even aan, daar gaat hij hoor. Kijk, oh, deze buis die had ik. En dan klom ik gewoon daar omhoog. En dan kun je op een duur ergens wel erop springen. Hop. Je kunt het, Rob. Hop! 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 Oh! Oh. 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 Oh, vreselijk dit. Ah! Oh. Vreselijk. Vreselijk.
Waar sta je nu, Rob? Ja, ik sta nu boven op die trap. Ja, helemaal verder lopen. Linksaf, toch? Ja. Ja, linksaf. Helemaal daar omheen. Oh. Omhoog. En je moet... Zie die slinger daarvoor je die je net zag? Daar moet je op landen zometeen. Die spiraal. Of die... Ja, een soort spiraal. Ja, dat van hoog naar beneden. Ja. Ja, dus als je daarheen loopt, kun je er daar op springen zo. Na. Daar gaan we, jongens. Oh, dit is leuk. Ja, heel erg leuk. Ja, maar Rob, jij zit nog op de makkelijke gedeelte. Ja, laten we dat vooral zo houden. Ja. Ik heb nou al spijt dat ik... Die zon is wel fijn. Ja, ik daar baal ik er al van dat ik alles op Epic heb staan. Want... Ja, dat is een Epic fill. Ja, dat is echt Epic fill. Ai, ja, jongen, Adriaan, ik ben net hier, ouwe. Jongen. Even kijken of je een beetje te stabiel staat. Ik sta echt letterlijk net stabiel, man. Gadverdarrie. Super bedankt voor je support. Welkom bij de stream. Oh, man. Ja, en dan moet kijken, ik hierheen, hè? Even kijken. Wacht even. Ja, denk het. Loopt hij met de spiraal? Check het even voor jezelf. Ja. Dat is de enige only way up. Denk ik. Oké, go for it. Ik zie het er niet naar uit, namelijk, hoor. Niet wel. Zit hij daar geconnect? Ja, hij loopt... Nee, hij zit niet geconnect. Je moet een sprongetje maken. Maar hij zit nergens geconnect. Oké, nou, is goed. Doe maar. Althans. Ik ga toch naar beneden, dus... Ja, goed springen, hè. Daar gaat Rob, dames en heren. Adriaan, super bedankt. Yo, jij wil ook gewoon risico nemen. Nu met je sprongetjes. Alle bastard, man. Kijk, die gozer klimmen. Die is gek, man. Oh, yeah. Oké, ik moet ook een sprongetje wagen. Adriaan, daar ga ik. Oh. Nou, ik moet je zeggen, die slow motion, die gaat mij redelijk vaak. Ja, die slow motion is wel fijn. Dan kun je net wat makkelijker draaien en doen. Dat klopt. Oh, mooi. Oh. Oh. Oh, waarom gaat hij nou weer rennen dan? Ik heb mijn muisknop ingedrukt. Oh, ja, misschien... Nee! Hey! Nee! No! No! Michael! Motherfuckers. Michael, bedankt, hè. Blijven staan, zegt hij ook, hè. Ja, leuk hè, die gozer. Ja, en ik donderde naar beneden op, dus je bent weer een stukje dichterbij. Ik kan weer mijn favoriete trein omhoog lopen, wat ik al 36 keer heb gedaan in dit spel. Oh, dat. Heerlijk dit. Ja, ik ga de airco ook aanzetten ook, want ik zweet al nu. Ja. Mag je een handje in de chat hier voor Adriaan en Michael? Bedankt, Michael. Echt, mijn ballen, jongen. Die scheurden bijna in elkaar door dit, ja. Ik ben kapot hiervan. Ik ben prehistorisch gesloopt. De trein gaat heen naar de dood. Ik ben straks nog op prehistorisch iemand. Yo, man. Hop! Oh, man. Yes, I got the flow, yeah. Oh, zonde knoestes. Ja, het probleem is nog... Ah. Nog een keer. Dit is een keyboardspel. En ja. Ik speel bijna alle games met een controller. Dus het is voor mij sowieso al... Nou, je hebt Call of Duty speel je toch met muis? Ja, ja. Dan is dit toch hetzelfde? Ja, oké, maar hier komen de hoekjes net wat... Kijk eens, wat een mooi beeld. Ja, lekker zonnetje erop. Ik word zelf verblind hierdoor. Ik zit hier in de volle focus. Ik word gewoon verblind door jouw geile zon. Ah, yes, ik ben... Oh, jongen, Adriaan. Jammer, jongen. Exact hetzelfde als net. Let's go. Oh, yes. Oh man, ik moet echt even een slok water. Ik denk dat ik zo meteen een half krat bier pak erop. Ik hou het niet meer. Oh, Adriaan, wat ben je aan het doen? Hey Rob, wat ben jij aan het doen? Kun je niet je zon uitzetten? Nou... Of vind je dat lekker?
Ik wil een beetje bruin worden. Kijk naar mijn witte beentjes. Ja, je hebt je witte legging aan, Rob. Ja, hey, ja. Adriaan Test, super bedankt voor je donatie, man. Maar de test failed. Hoe gaat het met jullie verder allemaal in de chat, jongens? Hoe gaat het met iedereen? Adriaan, nog even jou, Michael. Oh, it's life! Oké. Okay. Waar faalde ik net? En waarom faalde ik net? Dan vraag ik me echt serieus af. Ik vraag me echt af. Goed, het gaat goed. Slecht. Mark wou me weer niet met mij uit. Oh. Ik viel hier net naar beneden ergens, of wat? Was ik nog hoger? Nee. Volgens mij... Oh, hier viel ik gewoon naar beneden, denk ik. Ah, dit is echt verschrikkelijk, dit. Oké, Krompie, je kan dit. Het komt allemaal goed. Gewoon rustig lopen. Waarom kan ik hier niet overheen lopen zonder te springen? Ah. Oh, man. Ai. Ja, dit is gewoon een naadpunt. Oh. Ja, lekker, man. Oh. Yes. Rob, heb je hem? Heb je hem, Rob? Applausje, jongen. Applausje voor Rob. Nou, ja. Nou ja, je bent bijna net zo ver als ik, man. Ik viel net naar beneden. Maar nu is het wel makkelijker. Nu is het makkelijker. Dat is serieus waar. Dat lijkt van niet, maar het is serieus makkelijker nu. Ben ik hier wel goed naartoe gegaan, vraag ik me af. Oh. Oh. Ja, ik ga goed, oké. Oh man, dit is heerlijk. Kom op Rob, je kunt het. Iedereen moedigt jou ook gewoon aan. Iedereen is ook voor jou Rob, dat is het mooie eraan. Nou ja. Ik heb een beetje last van tegenzon. Tegenzon? Ja, tegenzon. Ja, ik heb last van geen gezon. Ah, een treintje. Ah. Oké. Oké. Oké, rustig aan. Dat gaat allemaal goed, jongens. Dat gaat allemaal goed. Oh, jij bent bij de olifant? Dan kan ik je wel helpen. Oh nee, ik ben er niet bij de olifant. Nee, wel. Ik moet even kijken welke kant ik op moet. Je moet erop klimmen. Bij de koffers, daarachter waar je net was. Bij de koffers? Jazeker. Dan zie je zo meteen, als je weer teruggaat, dan zie je koffers. Oh nee. Dit is een hatelijk stukje. Oh nee. Ik heb een random piano die speelt. Dit is fijn. Nee, ik heb een paar random hangende koffers. Ja, die koffers kun je gewoon opklimmen. Dan leer je een beetje de basics. Oh, okay. Die piano, jongens. Oh, dit is... Jullie voelen mijn pijn niet, oké? Okay? Jullie voelen mijn pijn op dit moment niet. Als je hier valt, de pijn die je hebt, dat is gewoon next level makreel gewoon. Next level makreel. Maar moet je nagaan, Rob loopt daar bij die treinrails nu ergens beneden bij mij. Dus hij is helemaal niet zo heel ver weg nog, hoor. Rob gaat goed. Dus allebei... Mark! Mark, ik val niet. Ik heb mijn muis laat ik gewoon per direct los toen ik het hoorde. Ik had gelukkig mijn muis niet vast. Oh, jullie timingen, jongens. Jullie timingen. Mark, super bedankt voor je support, jongen. Dankjewel. Oké, Roppie. En Mark... Nassiebal, zegt Luca. Je bent een nassiebal. Ai, ai, ai. Nee, tjolly, ai, ai, ai. Ah! Oh, dit is echt verschrikkelijk. Oh, je kunt ook gewoon een karretje nemen. Ja, dat kan ook. Maar dan moet je wel opklimmen, hè? I'm a train. Ik ga dood. Ja. Nee, dat gaat goed. Dat gat kun je gewoon pakken. Maar je moet wel op een duurder een keer af, hè? En ik geef een tip, Rob. Doe het op een recht stuk. Want de vorige keer dat ik die trein pakte, viel ik bijna. Dus die heb ik liever niet. Ah. Oh? Gaat die zo ver? Oh, die gaat gewoon helemaal omhoog, die trein, joh. Dat ding is een topding, Rob. Rob, even wat... Skills, hè? Ja, jij hebt echt skills. Ik zit daar allemaal over moeite te doen. En ik zie jou gewoon dit hier in één keer omhoog rijden met die trein. Dan meen je niet. Gaat die zo ver? Ik heb dit helemaal moeten lopen. Oh!
Wat gebeurt er nou, Rob? Uh. Ja, en nu Rob, dan moet je daar tussendoor gaan klimmen, of daar langsop. Hey, oh. Succes, hè? Oh, wat? Gaat hij weer verder opeens? Oh, yeah. Yo, I'm lucky train, bastard, I'm man. Train, I'm a train. Gaat hij nog verder nog? Yo, die trein gaat gewoon onbeperkt ver. Yo, wat is dit? Hij zit hier gewoon onder mij al dan zometeen. Nee, toch? Ja, ik zit naar die rails te kijken, die zit onder mij. Yo, ik hoef niks te doen, man. Ik ga echt doorlopen nu. Okay, ja, okay. Maar ongetwijfeld dat er straks een stuk komt dat ik... Ah, ah, ah! Oh! Oh, zag je dat? Nee, ik moet hem op mijn telefoon kijken. Oh. Want mijn pc trekt ook niet de YouTube stream er nog bij aan, zeg maar. Oh, man. Nou, ik ben boven. Ja, nou, succes. Echt, dit was echt verschrikkelijk gewoon. Mijn oren. Ja, sorry. Volgens mij staat mijn microfoon vol gas zo, maar maakt niet uit. Weet je, ik gun jullie ook een klein beetje pijn die ik heb. Ik bedoel, ik heb alle pijn al. Ah, dit is echt verschrikkelijk. Oh, ik heb zulke zweethanden op. Ja, wat dacht je van mij? Oh, ja, maar jij bent nog op dit. Moet je kijken bij mij hoe smal dit is. En wat een gat ik moet springen. Oh jee. Oh. Nee, nee. Ja. Nee, 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 nee. Nee. Oh. 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 Nee. Oh. 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 Wat heb ik het dan nog makkelijk met mijn wagonnetjes? Oh, je hebt het zo makkelijk, Rob. Oh. Oh. Wil je me tussendoor niet laten schrikken? Sorry, oké. Okay? Ik schrik soms zelf een beetje, oké. Okay? Als ik mijn ogen dicht doe, dan hoor ik hele andere dingen. Hey, sorry. Maar kijk vooral met je ogen dicht. Jou kan ik nog zachter zetten om niet doof te worden, maar van Rob niet. Ja, maar Rob die gaat heus niet... Wow! Ik had deze buis niet gezien. Ik ben hier gewoon toevallig opgeklommen. Ik sprong niet eens. Oh. 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 Oh, jongens, hé, dit is echt. Ja, dit is. Oh. Oh. Ik ben zo blij dat ik hier ben. Oh. Je kunt niet in dezelfde server, maar ik zit in dezelfde server. Oh. Wauw. Wow. Ik wil echt zien als Rob hier is. Als Rob hier is, jongen, dan wil ik dit zien. Adriaan, super bedankt voor de gifted subs. 10 gifted subs hier van Adriaan. Mag ik even een hartje in de chat voor Adriaan. Super bedankt voor je support, Adriaan. Oh, man. Dit is echt vreselijk. Dit is een horror game. Dit is nog veel... Dit is echt horror. Ik bedoel, Mark, wat jij speelt met je phasmophobia... Piece of cake. Dit is the real deal. Dit is horror. Ik daag je uit, Mark, om dit een keer te spelen. Echt, je krijgt hier hartfalen van. Ik heb ook al een afspraak gemaakt bij de hart... Ja, dat zal wel. Ik word alcoholist van dit spel. Ik zit echt mijn fles water leeg te drinken. Het wordt nog erger. Nee, oh man, ja, ik ben verder geweest. Dat is het hele probleem. Ik klim dit voor de tweede keer. Maar eerst even kijken hoe Rob deze sprong gaat doen. De vorige keer viel ik letterlijk hier naar beneden omdat ik niet op de lopende band kon springen. Nou, dan weet je al de pijn. Oh, I love slow motion. Hey Rob, nog een keer, jongen. Oh, echt. Ja,
La 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 la. De hakbal. Oh, lekker. Oké, okay, here we go. Ik wou zeggen, als laatste, op het makkelijkste punt wat ik ervan kan. Ja, nee, maar nu komt er een leuk stuk. 100%. Wordt alleen maar leuker, Rob. Oh, je viel al bijna daar. Ja, ja. Gehaktbal. Mag je een gehaktballetje in de chat, jongen? Speciaal voor Adriaan en alle nieuwe subs. Welkom. Ik zou zeggen, gooi even een welkom in de chat hier. Want er zijn weer een hele hoop nieuwe subs. Ja la la la, ja la 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 la. Gehaktbal. Let's go, dat zijn de eerste vijf. Metalman, Rijkeman, Jelle Droppers, Flint Games en Benz. Welkom. En ik zou zeggen, bedankt even Adriaan natuurlijk, hè, want die pompt hier even die gifted subs voor jullie in. Dus dankzij Adriaan hebben jullie gewoon een membership op mijn kanaal. Dus thank you so much and enjoy the emoticons. Ah nee, wat is dit? Even kijken. Ja, je moet deze buis lopen met een pijltje. Ja. Dit is heel makkelijk, gewoon over de buis lopen. Ik, wacht even. Nicky, wil je even koffie zetten? Ho, ho, ho! Shh. Ja, jij hebt koffie nodig, hè? Ja, ik ga even, ik laat even koffie zetten. Dat, ja. Even acclimatiseren, even de handjes even een beetje opdrogen. Ja, ja, ja. Op naar de 450k subs. Nou jongens, abonneer even, bel even je vrienden dat ze nu moeten kijken en dat ze even moeten abonneren, want het is gewoon belangrijk. Dit wil je zien. Dit wil iedereen zien. En ik, ja, ik heb echt... Ik, weet je, hoe verder je komt, hoe meer pijn en verdriet ik krijg. Oh! Je hebt ook wel een leuk stukje. Ja, leuk. Heel leuk. Ja. Dit is echt heel leuk. Vooral als je dan hier staat en dat je daar naartoe moet. Ja, ik ga heel even kijken of ik de settings naar beneden kan zetten. Ah! B, C, D, E, F, G. Holy shit! Oeh, dit is wel fijner kijken dan Twitch. Hey, sommigen ze vinden van wel, sommigen vinden van niet. Jeffrey, Roberto, Aapje, Wolfman, Gamer en Soef. Super bedankt. Welkom bij de... Ja, met Adriaan super bedankt natuurlijk. En welkom jullie bij de Chromo Family hier zo, hè. Je hebt even een membertje gekregen van Adriaan, de enige echte. Super bedankt, Adriaan. Thanks. Lekker bezig, jongen. Nou. Oh, met pijn in mijn ziel gewoon, hè. Met pijn in mijn ziel loop ik hier lekker gezellig rond. Als het goed is, hierachter staat een toilet. Kan ik daar even mijn moment pakken. Oh, dit is geen toilet. Dit is mijn bankrekening. Een lege ton. Kunnen er niks mee halen. Oké, here we go. Wat? Nee. Ja! Oh! Yes! Let me in. Let's go! Downtown! Dit is voor mij een checkpoint, maar het is geen checkpoint, oké? Okay? Ik bedoel, als ik hier naar beneden val, val ik alsnog naar Rob toe. Als ik nu val, val ik gewoon weer bij Rob. Dankjewel, schat. Challing, goed om te horen. Ik heb nog een video ervan, dus dat komt helemaal goed. Ik wil wat vragen. Nou, Tony, vraag het maar eens even, jongen. Ik ben all yours. Vraagje voor vanuit de kleine. Wanneer komt er weer een aflevering Minecraft? Oh, dat komt morgen als het goed is weer, Dot. Morgen. Yes. Dus, hij is weer blij, hoop ik. Kan ik via Deal, via Ideal member worden? Weet ik niet hoe dat precies zit. Je kunt het op je mobiel gewoon doen, maar Tony, het maakt niet uit. Ik bedoel, je bent erbij, daar ben ik hartstikke blij mee. Weet je? Dus geen probleem. Hey Rob, hoe gaat het met jou? Ja, je moet hier overheen lopen en dan springen naar de overkant. Easy. Kun jij wel, hè? Maar ik zie daar volgens mij net iets makkelijkere route. Ja, die sprong is echt heel makkelijk. Ja, maar ik heb hier, kan ik volgens mij
Oh, dan moet ik ook over tonnetjes heen rennen. Ja, nee, dat is lekker makkelijk, over tonnen heen rennen. Dat is veel moeilijker, man. Dan ga je weer terug waar je vandaan komt. Oh, maar ja, ik durf Rob, niet. Vertrouw op mij. Komt helemaal goed, Rob. Gewoon rennen, sprinten, spring. Kom op, Rob, je kan dit. Wacht, ja. Oh, je maakt wel een risico. Je liep eraf, man. Nee, jongens, skills. Skills noemt hij dit. Hey, je moet het wel een beetje spannend houden. Hè? Ja, nee, ja, dat doe je zeker, Rob. Daar is niks over gelogen. Goeiemorgen. Ai, 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 waar moet ik nou weer heen dan? Ik kan daar naartoe klimmen, maar dan heb ik een bed volgens mij. En dan kan ik weer via stuiteren, maar ik kan ook deze route nemen. Nou, ik ga lekker via de wc-pot erop. Het is goed, mensen. Ik ga geen bedden pakken, dat kan ik je wel vertellen. Nee? Nou dus ja, we gaan echt gewoon door de hele nacht. Nee. Weet je, dit wordt een lange stream, jongens. Dit wordt een lange stream. Nou, doen we gelijk de 12 uur stream. Ja, dit is de 12 uur stream. Even je baas bellen, Rob. Moet ik even bellen voor je? Nee, hoeft niet te bellen. Hij komt wat later. Wat hij deed. Hij is er morgen niet. Rob, ik pak een bed. Oh, oh! Oké. Okay. Ik heb het overleefd. Ja, ik wil een beetje de pro uithangen, weet je wel. Ja, uitlopen. Let's go! Krijgt iedereen een hartverzakking voor Rob? Ja, ik ook. Als ik naar Rob kijk, krijg ik een hartverzakking. Rob, als je op een spannend stukje staat, moet je even roepen. Dat doe ik je even fullscreen. Nee. I can do it. I think. Oké. Hé, hij gaat weer terug! Oké. Kan ik hier lopen? Ja, dit is gewoon nog... ijzer. Oh, wat is... echt, jongen. Wat is er op? Wie dit spel uit heeft gevonden, die... Is leuk, hè? Nee, die moeten ze echt omleggen. Oh, dat komt niet echt over als een heel leuk iets. Ik kan via deze stenen gaan, maar ik kan ook via die containers gaan daar. En op een of andere manier zien die containers er zo veel aantrekkelijker uit. Ik weet niet waarom. Maar ik ga via de stenen, want... Oh! Nee! Hoe? Oh! Lino! Come on, man! No, ik schrok al voor Rob! Nee. Waar ben jij en waar sta jij? Ik sta midden op een plateautje. Nee, dat kan niet, dat weet ik. Jawel, je kan naast je naar het plateautje. Naar het plateautje kun je nooit springen. Jawel, maar dan red je wel. Als je gewoon een sprint neemt en dan spring doen, dan kun je op die buis hangen. Wedden? Dat is niet zo moeilijk. Gewoon zo, schuin, een aanloop nemen, ja. Sprinten, springen en dan slow motion zou ik doen en dan ga je er naartoe. W ingedrukt houden, hè, dat je naar voren gaat. Ja, ja. En dan gewoon één keer spatie drukken als je daar bent, of een paar keer. Oh. Oh, lekker op! Ik zei toch dat je het kon, hier rechts naartoe. Ja. Oh, yes. You got it, man. You got it. Je hebt... Oh. Jeetje, Rob. Man, Lino, ik krijg een dubbele hartverzakking. Van Rob en van jou. En weer is die mislukt. Oh. Meteen geschreeuw in mijn oren, bam. Ja, nou, dat snap ik. Hey, Lino, super bedankt voor je support, man. Dankjewel. En Rob, lekker bezig houden. Ik ben trots op je. Ja, echt, jongen. Je zorgt er ook gewoon voor dat ik me 45 voel. Nou ja. Oh, jootje. Ah, kijk. Ja, nou ben ik op hetzelfde punt waar het de vorige keer fout ging. Ja, maar het is heel makkelijk. Gewoon een puntje lopen en dan komt het wel goed, joh. Ik ken die puntjes. Ja, nee. Kom goed. Ik ga even leuk kijken hoe je dit doet. Heb je slow-mo? Ja, ik heb vertrouwen in je, Rob. Je kunt dit, jongeman. Ik doe het op mijn helemaal naar de top lopen en dan ga je naar links kijken. En dan... doe je een sprongetje. Dames en heren, welkom bij Rob's Leven. Ja, gewoon nu even wachten. Dan ga je draaien. Ja. En nu gewoon spatie. Als je gewoon spatie doet dan alleen en iets naar voren. Ja, zie? Ja, kijk. Oh, kijk, en dit gaat ongeveer vanaf nu constant zo. Dus succes, Rob. Have fun. Ah, nee, ik zie het al. Ik haat dit spel ook gewoon echt, hoor. Dat is echt verschrikkelijk dit. Oh, jongens. Doe een duimpje even omhoog, jongens, voor de pijn. Ja, voor de pijn. Als je het nog niet hebt gedaan. Oh, dit is echt...
Wij hebben de pijn, jullie hebben de lol. Nou, echt. Hey, Rob, ben je hier al? Nee, niet opklimmen. Niet doen. Niet doen. Doe dat nou niet. Oh, ik zie hem weer vallen. Oh, jee. Leuk, hè, Rob? Je kan gewoon een sprongetje wagen bij zo'n ding. Ja, dat weet ik, maar ik moet een beetje voelen hoe het allemaal... Ja, oké. Okay. Hey, yo, waarom sprong ik niet? Oh, mijn poppetje sprong niet. Oké, waar sta ik nu dan? Oh, nu ga ik naar dat huis. Volgens mij moest ik ook naar dat huis. Oh, jongens. Deze game is voor zover ik weet alleen voor PC. Oh, ik moet nu over baksteentjes in de lucht lopen. Dit is leuk. Oh, wat leuk. Ik over ijzeren balken. Oh. Yo, hoe kan ik dit nou ooit halen, joh? Oh! 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 Oh, ik haat deze game. Ik heb echt serieus... Oh, je kunt het nog niet zien. Zwetende oksels, oké? Okay? Ik kan het nog niet laten zien. Misschien zo meteen. Hey, Rob komt nu bij een leuk gedeelte. Even genieten van Rob. Ja, geniet maar van Rob. Ja, nee, dit is echt leuk. Nee! Ik dacht, ik loop daar even door. Dit is zo ongelooflijk. Oh, heerlijk dit. Nee! Klimmen, Krijn. Nee, moment, dan moet je even wat anders gaan kijken. Oh man, dit is echt heerlijk. Ik ga het gewoon lekker helemaal in slow motion doen, dit stuk. Uitroepteken lid, Tony. Oh nee, ik denk dat ik ook nog verkeerd ga. Ik ga lopen. Ja, Teardown kan nu multiplayer volgens mij, hè? Wat? Teardown? Teardown volgens mij wel. Dus dat kunnen we wel een keertje doen, ja. Oh nee, waar ga ik heen? Ah! Volgens mij kun je daar ook op een bed springen of zo en dan helemaal de lucht in gaan. Maar goed, laten we geen risico nemen. Oh! Oh! Laten we geen risico nemen en dan spring ik vervolgens 2 containers ver in 1 keer. Ah nee. Oh, jongens, dit is perfect. Waarom heb ik het idee? Nou, wat heb je voor idee, Rob? Geen idee. Oh, oké. Okay. Nou, dat is een mooi idee, Rob. Een orgidee. Oh, man. Weet je wat bij mij pijnlijk is? Ik ben weer zo ver als ik ooit was. Ja, en ik zit even te kijken, want... Dus ik moet nu echt even bijkomen. Hoe gaat die, Dani? Het kan beter. Maar je gaat me toch niet vertellen dat ik over kabels heen moet lopen, hè? Nee. Zeker niet doen, want dat heb ik al een keer geprobeerd. En die zijn invisible. Oh, wat leuk. Je moet dus gewoon nu naar voren lopen. Ja, ik doe verder, verder, verder. En dan kun je zo meteen achter je omhoog weer. Oh, daar. Oh, nee. Moet ik hier? Nee. Oh! Oh, jongens. Lekker. Oh, ik hoop echt, jongens, dat ik gewoon hoger eindig dan jij. Door gewoon het alleen maar rustig aan te doen. Ja, hey, Rob, denk je dat ik wil doen? Ik doe rustiger aan dan Peter Pan op het dwarsfluit. Dat is echt serieus waar. Oh. Money for the rugworst. Money. Thanks. Echt, de temperatuur in de kamer is gewoon met 4 graden gestegen. Hey, Tandem Club Oost-Nederland. Dankjewel voor je donatie. Volg ons op Insta, Tandem Club Oost-Nederland. Nou, bij deze. Thanks voor jullie support, jongens. En succes met de Tandem Club. Oké. Okay. Ga je me nou vertellen dat ik delen moet springen? Oh nee. Dit wordt echt mijn dood.
Ja. Nou. Rob, let's go, jongen. Wat ga je doen? Nou, hier naar beneden. Ja, nou, dat is niet zo moeilijk. Nee, maar ik ben... Easy, yeah. Dit gaat hartstikke soepel af, moet ik zeggen, joh. Ja, ik heb het in slow. Je kunt er ook een sprint nemen en op dat bed springen en dan in één keer omhoog. Ja, nou, ik vind het goed met het bed. Oké, dan ga je daarheen springen, dat is ook. Daar links moet je omhoog. En op die rondingen springen en dan zo klimmen. Dit wordt een heerlijk moment. Hier ga ik echt even voor zitten, jongens. Streamen, kijk stream. Ja, heerlijk. Echt. Oh, heerlijk. Oh. Dit is echt heerlijk om te zien, jongens. Dit is echt... Dit is gewoon genieten. Kijk eens even. Ik zal ook eens even mijn webcam even goed doen, trouwens. Die staat gewoon helemaal verkeerd. Zo. Nou, Rob, laat me eens even zien, jongen. Ah, oh, man. Yo, mens, Mark hier. En we zijn hier weer terug met een nieuwe video. Oh, Adriaan. Nee. Nee, ik kan het. Nee. Naar die trein! Ja, ik ben al bezig, maar hij doet het niet! Hij doet het niet! Naar een andere trein, naar het eiland! Die rails! Focus op die rails! Focus op die rails! Focus op die rails, Rob! Die rails! Hou je spatie! Op die rails, Rob, op die rails! Die bocht! Nee, go! Nee! Doe die! Nee. Oh. Nog een keer op, die rails onder je. Die pakt die dan! Ja, ik ben hem aan het pakken! Pak die rails daar nu dan! Ja, ik ben toch bezig! Je kunt het! Ga je toch nog een keer de rails lopen, Rob? Nee, en dan land ik precies tussendoor natuurlijk. Nee! Nou, Rob, even opnieuw, jongen. Ah, nee. Wat een kutspel. Hij staat ook gewoon helemaal beneden. Oh, ik ga bedjes pakken. Ik ga nu echt gewoon... F you. Jij komt ook al een keer beneden. En sneller dan je denkt. Ja, het zou zo kunnen, Rob. Het staat niet op mijn planning, hè? Laat ik het zo zeggen. Nee. Maar ja, er kan nog wel wat gebeuren natuurlijk. Ja, dat kan. Maar ik heb best vertrouwen in me. Adriaan, super bedankt voor je donatie. Weer een lekkere timing ook. Elke keer dat jullie doneren, valt er iemand. Oh, dat was niet bewust trouwens, hoor. Want ik hoor die donatie niet. Nee, weet ik. Jij viel net al. Oh, man, wat een drama. Oh, yeah. Nou ja, ik heb in ieder geval ook zweet onder de oksels van het lachen, jongens. Rob, hoe voelt dat nou naar beneden vallen? Val je nou alweer? Ja, je moet niet... Nee, ik pak het bed. Yo, mens, Mark hier. Shite geluid! Met een nieuwe video. Ah! Goed geklipt, White Tiger. Nee, dit is niet geklipt. Lino, dankjewel. En Adriaan, dankjewel. Thank you so much, jongens. Oh, kijk, wat leuk. Buizen. God, daar ben ik al niet geweest. Nou, nu weet je in ieder geval waar je heen moet, Rob. Ja. Het is vallen en opstaan. Inderdaad, jongens. Zo is dat maar net. Lino, super bedankt. Adriaan, super bedankt. Mag ik even een hartje in de chat voor deze jongens? Gewoon omdat het kan. Piet René, yeah. Thank you so much for the support. Nee! Nou, weet je, je moet gewoon even de focus houden, dan op een duur ben je er al zo weer. Maar nu weet je wel de weg. Ik bedoel, Rob, been there, done that. Ik ben al een keer van veel hoger naar beneden gevallen. Dus, ik ken de pijn. Ja, nee, ik ben ook niet zo bang voor. Weet je, wij zijn wel volwassen mannen. We herpakken ons weer. En we gaan door. En kijk deze hoogte bij een stream, Rob. Ik weet niet. Yo. Dat stadje daar ben jij. Daar ben jij. Nee, op een positieve zin. Jongen, ik zie de Travellas van Mexico, dus
Nou, ik zie de windmolen van de polder. In Nederland. Verschrikkelijk. Want die polderklopper... Dit is een polderklopper. Die gaat mij zo meteen er vanaf duwen. De vorige keer ben ik door deze polderklopper naar beneden gevallen. Let op, Chrome ligt straks ook beneden. Hey, 8% haalt de game maar, die de game speelt. Volgens mij, zei jij Rob. Ja. Dus dat zit er dik in. Dat zit er dik in. Maar... Ik ben weer blij dat ik hier ben. Dit is echt vreselijk. Ah nee, dit kan ik toch nooit halen. Je kunt het. Zegt degene die... opnieuw moet beginnen. Ik heb hier echt geen zin in, jongens. Ik heb echt geen zin in om dit te springen. Maar klein stukje, joh. Ja, nee, die windmolen die draait. Dus dan ga je in één keer naar beneden. Nou ja, je kent GTA. Nee! Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw. Wat ben je aan het doen, Rob? Hou die focus nou eens. En weet je wat nou het erg is? Je hoort al zo vreselijk irritant Mexicaanse muziek als je beneden komt. Ja. Heerlijk. Ja. Je kan erop staan. Nee, je kan er niet op staan, Remco. Want ik heb er al op gestaan. En ik weet wat er gebeurt. Dan draai je naar beneden. Oké, even kijken. Kan ik hier nog wat meer doen? Ik moet... Nou, dat zwevende shit ding. Oké, ik moet dit gewoon timen. Let's go. Nee! Eens even kijken. Fuck! Eens even kijken. Ah! Ik moet even weer naar live beeld, want ik zie je niet vallen. Ah, je bent niet helemaal beneden. Ik heb me gesaved. Nou, jammer. Ik heb hem gesaved. Maar ik moet het hele fucking eind weer opnieuw klimmen. Dus het is niet zeven. Dit is niet zeven. Hey, no worries. Ik ben verder beneden. Ja, laat ik maar gewoon aan jou denken. Wacht even, Waar ben ik? Oh, oké, hier. Kan ik hier naar beneden springen? Maar voor mij is de kans op het moment dat je ergens naar beneden dondert, hoe hoger je bent, voor mij is dan de kans toch kleiner dat je helemaal weer beneden landt. Of je kunt vaak beneden... weer ergens oplanden, ja. Ja. Dus ik moet gewoon gas op die lolly. Ja, ik sprong per ongeluk nog een keer en daardoor viel ik. Maar ja, dit is zo'n spastisch sprongetje. Het is echt een heel spastisch sprongetje die je moet maken. Ah. Oh. Oh man. De pijn die mijn ziel heeft. De verdriet die ik heb. Oh, lach ik maar hier met Tante Beb. Oh, nou, liever met Tante Beb dan dit spel, inderdaad. Nou, ik wou net zeggen, ik zou het 35 keer doen met Tante Beb. Dat is echt niet te geloven, dit. Je kunt niet altijd 6 gooien. Ik heb nog nooit 6 gegooid in dit spel, dat is het hele probleem. En weet je wat het is? Dit is gewoon allemaal nog wel te doen of zo. Maar echt zo meteen, jongen. Die windmolen is gewoon dat stukje. Ja, die buizen, jongen, die buizen, dat is gewoon een stukje. En mijn buren, die zullen ook weer denken van... Ja, de buurman is ook weer schreeuwsimulator aan het spelen. Ja, die is weer lekker. Die is weer lekker op dreef, de buurman. Hé, hey, ho! Oh, nee. Gek, jongen. Holy shit, jongen. Oh, nee. Ik zweet me de pleuris, jongen. Echt, het breekt me uit. Klim ik over een stoel, bok op. Hé, hey, joh, gek! Oh. Alles rond de 80 is prachtig. Nou, mijn hartslag is 10 keer hoger dan 80. Dat is... Oh, prachtig! Oh, oké. Okay. Save point. Noem ik het maar weer. Weer op die kakmetro. Verschrikkelijk dit, Adriaan. Shippie erbui en duimen. Adriaan, het is Sean op zijn piemo. Sean op zijn piemo. Hij het is Sean op zijn piemo. Daar sta ik nog vast ook. Daar ben je niet. Ja, ik mag Adriaan. Hier dus niet door. Adriaan, super bedankt voor je support, man. Dankjewel. Lekker chips erbij. Welke smaak heb je? Wat is jullie favoriete smaak chips? Daar ben ik wel benieuwd naar. Rob, wat is jouw favoriet? Bolognese. Oh, echt? Dat is mijn minst favoriet. Ja, bolognese en paprika. Oké, ik vind Heinz. Heinz? Ja, Heinz! Niet omdat het Duits klinkt.
Maar gewoon. Omdat het Duits smaakt. Omdat het Duits smaakt, ja. Ja, Heinz ketchup. Ja. Ik vind hem gewoon lekker, ja. Dat is echt een toppetje. Ik heb de zon met piemen. Oh nee, hebben we dat liedje weer in ons hoofd. Het is niet te geloven hier, Adriaan, ja, thanks. Ja, dankjewel, man. Pickles, Doritos, chili pepper. Ik vind hete chips ook wel lekker. Niet de heetste, maar gewoon lekkere. Wokkels. Ja, ik vind paprika op zich ook wel lekker. Ik vind ovenbaked ook gewoon wel lekker, natuurlijk. Nee. Oh. Oh. Lukt het erop? Oh, jeetje. Levensgevaarlijk dit, jongen. De Doritos Sweet Chili. Links van je is een drone. Wat, een drone? Een natte drone. Oké, okay, ik blijf hierop staan, ik ga terug. Voor die drone. Are you kidding me? Hij gaat niet terug. Hey. Au, nee, hij gaat niet meer terug. Alleen als ik eraf ga, dat meen je weer niet, jongen. Ik word ook altijd genaaid door dit spel. Dus ik kan die drone niet meer pakken. Rip drone. Kan ik hierheen lopen? Is dit op dit gebouw? Lekker, een vergadering gehad, jongen. Nice, nice. Nou ja, geen drone van mij. De meeste dronen zijn bedrog, maar als ik hier loop, dan droom ik nog. Ja, als ik hier loop ook. Ik krijg al een beetje een déjà vu. Het is heerlijk, Rob. Ah, moet ik weer op die kakstenen lopen hier. Maar weet je, ik ben er nu wel echt goed in. Dus laat ik maar gewoon rustig aan doen. Oh, jongens. Verschrikkelijk dit. Ah. Hamkaas is ook altijd lekker, ja. Gaan we het nou over eten hebben? Ja, ik krijg echt honger. Jij ook? Ik heb echt honger. Ik zit hier te focussen met honger. Ik krijg nu al gewoon brandende oogballen. En ik heb nog niks gedaan. Oké, nou ben ik hier bovenop waar ik daarnet niet kon komen. Kan ik hier wat mee of niet? Ik denk het namelijk niet. Dit is gewoon... Oh, een jonge kerel! Wil je kapot vallen of zo? Nou ja. Oh. Oké. Focus, Adriaan. Super bedankt nog voor je 2. Let's go. Spuik ook de flippers uit de zak. Ja, die heb ik al. Wacht even. Oh, flippers. Misschien heb ik ze hier. Nee, ik heb ze hier nu niet bij de hand. Maar ik heb zo'n map met flippo's. Flippo's? Oh, Rob. Jij hebt gewoon lekker koffie, Rob. Ik ben bij de trein. Dus ik doe nu even mijn laatste galgemaal en dan... Oh. Oké, nou dan ga ik even lekker over die bakstenen heen springen. Oh, dit is zo verschrikkelijk, jongen. Oh, jongen, dit is zo verschrikkelijk. Oh. Let's go, boys! Yeah, yeah. GG. Ja, nou ja, het probleem is, ik was hier net ook. Mm. Ik heb echt een neiging om op dat bed te springen, maar ik ga het niet doen. Dat bed, dat is misschien gewoon een... Nee, ik ga het niet doen. Nou ja, ik denk dat je de... Oh! Voor... Zo! Oh, man. Ja, je hebt echt heel veel shortcuts, hoor. Zeker weten. Ja, en die zoals een drone ergens die ik niet zag. Ja, die ik ook niet neem, want ik heb. Nee, ja, die drone die zou ik wel nemen. Echte shortcut zou ik nog wel nemen. Oh man. Oké, jongens, we zijn weer back in the game. Niks aan de hand. Zie, wat hebben we hiervan geleerd? Helemaal niks, maar dat maakt niet uit. We gaan hem zo meteen wel halen, we weten wat we doen. Het gaat goed met mijn dochter. Je kunt beter vragen hoe het met mij gaat, trouwens. Dat is wat attenter op dit moment met dit spel. En vooral met Rob. Nou ja, ik... ja... Oh. Laat ik zo zeggen, ik begin het spel steeds beter te kennen. Ja, en je bent nog maar bij het begin. Nou ja, ik heb het begin al 2 keer gedaan, hè, dus... Ja, dat is waar. Het begin heb je al 2 keer gedaan. Dus dat betreft, ja. Je hebt het vaker gedaan als...
De single player van Call of Duty. Ja, absoluut. Die heb ik maar één keer gedaan. Oh. Oh. Nou, we pakken de trein maar weer. Oh man, dit is zo vreselijk, dit spel. Ik haat het echt from the bottom of mijn balzak, Adriaan. Echt. Help me, Lino. Help me dan. Michael, please. Help me. I need your help, man. Maar gelukkig hebben ze airconditioning hier, binnen. Dus dat is fijn. La last van de zwanes. Ik zal even voelen. Ja, zo. Bruine bonen... Bloemkool. Ja, toch wel bloemkool. 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 De rode bieten waren nog niet zo ver. Ik help mezelf alweer, hè. Is goed. Plakzak. Ja, die plakt altijd. Ook zo cool. Goedenavond, Linda Raadjes. Apart dat je binnen... Ja, je komt een beetje apart binnen terwijl ik net zo zit, maar sorry. Het is niet de beste opening, zo. Hou je van een broodje poep? Nee. Nee, volgens mij jij wel, hè. Jij wel, anchovis. Dat ruikt ook naar stront als je zo'n blikje opent, dus dat is bijna geen verschil. Nou, we zijn weer bij de prachtige polderblender. Ja. Ah ja, ja jongen, ik haat polderblenders. En al helemaal in dit spel, dat is echt verschrikkelijk, jongen. Weet je, het is niet alleen vogeltjes die je tegenaan klappen, maar het is ook mijn leven gewoon, hè. Het is ook gewoon mijn leven wat hier kapot gaat. Ja, daar komen we toch wel achter. Ik ben zo blij als Rob gewoon lekker bij mij is gezellig. Gewoon ook op deze niveau. Nou ja, dat duurt toch wel een half jaar, denk ik. Ja, dan kunnen we samen gewoon pijn hebben en verdriet hebben en stressen. Nou, gaan we eens eventjes weer de treintjes over. Oh, wat een fijn level dit. Ja, nou, ik mis die treintjes gewoon, hè, nu ik hier ben. Ah, nee. Ik ben weer op mijn plekje, hoor. Ja, je weer, dames en heren, knoopje. Jongens, Mark hier, we zijn niet weer. Jij wou mij pakken, Neoman. Jij wou mij pakken, hè? Ja. Ik weet wel wat jij wou doen. Maar nee, Neoman, dat is je niet gelukt. Maar super bedankt voor je support. Neoman was hier. Ai. Ah, ik heb ook credits nu aan het einde, hè? Let op. Doen die het ook? Ah. Nou ja. Als het nou eens deden, was het wel leuk geweest. Maar ze doen het niet. Rob, hoe gaat het met jou? Lekker op de trein zat rennen? Ja hoor. Prima. Ah, dat is leuk. Weet je wat, jongens? Ik ga het gewoon helemaal niet meer doen. Ik ga een andere weg zoeken. Tuurlijk doe ik het wel! YOLO! Oh, yeah! Woo! Oh, echt. Ik hoop zo van harte, hè. Ja, nee, dat klopt, ik heb hem. Ja, maar dan hoop ik nog steeds heel erg van harte, hè. Ja. Dat er nog een moment komt. Kan ik hier overheen lopen, jongens? Want ik heb echt het vermoeden dat dit weer zo'n faal is en dat ik gewoon in het midden moet springen. Close call. Ja, dat was een close call. Dat was een close call. Maar hey, ik ben er nog. En als ik hier naar beneden val, dan kan ik het huisje pakken. Oh. Oh, yes. Yo, wat is dit? Oh. Oh man, dit is echt verschrikkelijk. Oh. Yes, boys, let's go! Oh, dit voelt als een overwinning. Dit voelt als een overwinning van mijn leven. Oh. Ik wil mijn moeder bedanken, mijn vader bedanken, want die hebben mij gemaakt trouwens. Dus details, maar goed, ik zeg ze toch even. Ik wil iedereen in de chat bedanken natuurlijk, hè. En ik wil jullie allemaal bedanken, ook gewoon de supporters van de stream weer vandaag. Thank you so much. Dit was het einde. Nee, we gaan door. Oh. Dit is pas het begin namelijk, dames en heren. Dat wou ik eigenlijk even melden. Dus leuk dat jullie nog steeds kijken. Doe het duimpje omhoog, we gaan weer door. Maar de pianomuziekje, dat maakte me toch eventjes... Yo... Hé, hey, een gereedschapkist. Ah, een sleutel. Is dit sleutel tot succes of... De sleutel naar beneden. Hoppa, yes, let's go!
127 likes. Beter. Hey, super bedankt voor iedereen die likes heeft. Hoeveel kijkers hebben we? We hebben 296 kijkers en 127 likes. Come on, man. Verdient het niet iets meer deze hartritmestoornis die wij hier creëren? Hè? De pijn en verdriet. Echt. Oh, man. Oh, wat doet die kerel? Rutte kan ouderen martelen, maar Kroon kan mij ook martelen, hoor. Moet je opletten. Sorry. Nee. Doe het dan op zijn minst voor Rob even een Rob-hoofd in de chat. Kom op. The pressure is on, Rob. Je kunt het. Hey, je bent hier alweer, Rob. Ja. Leuk, hè? Ja, leuk. Dat is een leuk plekje, hè? Ja. Ik heb echt zin als jij bij de windmolen bent of zo. Op een of andere manier lijkt me dat zo leuk. Oh. Oh, nee, bedden. Oh! Oh, hoe duur is de benzine? Laten we eerst maar eens even kijken. €99! Tonders. Dat zal wel 99 cent, jongens. Dat zijn nog eens bedragen. Oh. Hey, er is hier een winkel. Kan ik hier naar binnen? Ah, ik kan hier naar binnen. Dit is echt niet leuk. Dat had hij zo leuk binnen kunnen zijn. Is hier nog eens een shortcut, jongens? Stan, super bedankt voor je donatie. Jij gaat 100% vallen en reed je. Veel succes, Do. Bedankt voor je support. Echt heel erg fijn ook weer om dit te horen van je, weet je wel. Je geeft de burger moed, zullen we maar zeggen. Oh, mijn horloge zegt zelf, denk aan uw hartslag. Echt? Oh, ik schrok al. Ik denk, holy shit, dat is wel echt erg extreem. Ik word 30 jaar ouder door alleen te kijken. Laat staan hoe Rob zich moet voelen. Oh. Hey, Stan, thanks for your support, man. Ai. Dit, Rob, kijk nou eens even naar mijn stream. Wat ik nou moet doen. Nou ja, dat is toch easy peasy lemon. Houd toch op, man, die tonnetjes. Hey, als ik er was geweest, had ik hem in één keer gehaald. Als je er was geweest. Ja, maar ik kan het nooit die ton doen, jongen. Want het... Wie verzint dit? Dit is marteling. Ik bedoel, we kunnen mensen gewoon niet op een martelkamp zetten. Je laat gewoon mensen dit spel spelen gewoon een week. Jij gaat vallen. Hé, Mark, jij gaat vallen. En Mark, ik daag je uit om hier ook een keer mee te doen, hè? Dus dan weet je het vast. Ik daag Mark bij deze uit, Mark. Je bent uitgedaagd. Oh, ik heb hem ook nog. Oh, yo, hallo Jan. Oh. Yeah! 25 cent de liter, dat zijn nog eens tijden. Kan ik verhuizen? Nou ja, als je hier wil wonen in dit land, veel plezier. Je kunt niet eens auto rijden. Als je hier weer 1 meter rijdt, dan val je al naar beneden. Oh. Ah, yes, oké. Oh, jeetje. Oké. Allemaal goed. Mark, ik daag je uit. En dan is Mark weer stil. Mark, hallo. Ja, dan zit hij weer met zijn zaddoek. Mark, ik ben je aan het uitdagen hier, hè? Oh. Verkeerde kant. Wat, verkeerde kant? Verkeerde kant? Dat is de enige kant. Dit is een kant. Dit is een goede kant. Jij wilde me die kant op laten sturen. Nee, is goed. Oh! Ja, hoe moet ik deze... Ha! Oh, yes. Ik kan die sprong niet halen. Ik moet hierheen. Oh! Oh man, ik ben zo blij dat ik dit heb gehaald. Ik wil nog een keer nogmaals iedereen bedanken. En deze hond. Dit is White Tiger. Your childish stubbornness, if you continue on this path, will only bring you regret and misery. De game zegt ook gewoon dat als ik hier door ga lopen, dat ik alleen regret en misery krijg. Dat ik beter kan stoppen. Ze hebben wel gelijk. Ik ben geen hond. Jawel, je bent een white dog. Ja. Ja, daar ben je gewoon. Sorry, we kunnen niks aan doen. Mark, waar ben je nou? Nou, echt niet. Ja, Mark, de challenge, jongen. Ja, je moet... Je loopt zelf een beetje te klagen en te zeggen, oh. Dan de volgende keer ben jij de shark, maat. Ja, vinden jullie ook niet, jongens? Chat, gentlemen, Jos, wat zeggen jullie van? Adriaan, Michael, Lino, Neoman. Kom op, Turtle, wat zeggen jullie ervan?
Iedere uur frituur. Ja, dat is ook leuk. Maar Mark, moeten we even de challenge doen. Mark, ik haal voor je de game. Je hoeft de game niet te kopen dan. Ik haal hem voor je. Doen we de challenge binnenkort. In de stream. Let's go, Mark! Huppatee! Waar moet ik heen, joh? Moet ik dit hele weg, dat hele padje op? Appetje, piepje. Oh nee, ja. Waarom kan ik hierheen lopen? Dit is een weg omhoog. Nee. Ja, jij hebt hem. Hou hem vast, hou vast. Spatie. Ja, heel goed. Niks aan de hand, toch? Nee, niks aan de hand. Hoe ver was je? Hetzelfde stuk. Je was hier al. Een metertje verder. Oh, oké. Okay. Nee, niet op dit stuk. Ik was weer op een stuk waar de vorige keer helemaal naar beneden donderde. Dat stuk, zelfde stuk was ik weer. Nou ja, je bent gelukkig nu nog hier. Ja, nee, dat duurt niet lang meer of ik ben er echt weer beneden. Nee joh, je kunt het wel. Mark! Mark, kun je even in de chat zeggen dat je meedoet? Waarom wordt dit zo'n gek beeld? Wat is dit? Ik wil dit helemaal niet zo'n gek beeld. Lijkt of ik een drugs ben. Ik wil het niet. Kan ik die weg ook aflopen of kom je dan nergens? Jawel, die weg ook, sowieso. Ik ga die weg aflopen, jongens. Het is goed met ze. Oh ja, fijn. Oh, kan ik die weg aflopen? Ik kan hier niet heen? Yo, ik kan er helemaal niet heen. Nou, laat me zitten dan. Dan moet ik hier wel heen. Dat meen je niet. Rob, ben je weer verder? Of ben je... Nee, ik ben weer bij... Yo, wat is dit in één keer, joh? Oh. Ja, ik zie echt geen reet, jongen. Er is iets gebeurd hier met die zon. That's how the visually impaired feel. Hij heeft de zon op zijn piemel. Ah, jongen, ik zie al bijna niks. En dan gaan ze dit ook nog doen, kak game. Ja, je komt dichter bij de zon, hè? Dus... Ja, man, dit is echt verschrikkelijk. Ik kan echt niet... Ah! Matsko! Oh! Ai. Oh. Wat? Mark durft niet? Durft niet? Het is maar een spelletje, Mark. Ik bedoel, zo spannend is het ook weer niet. Ja, snel dus uitknijpen, hè? Ah. Hey, Masco, super bedankt voor je support, man. Dankjewel. De good luck heb ik wel nodig, want echt... Oh, waarom zit die kleine gaatjes tussen? Oh. Wie bedenkt dit spel? En waarom bestaat dit spel? En waarom speel ik dit spel? Dan moet je nagaan, en waarom leef ik erop? Ja, dat weet ik niet. Maar dan moet je nagaan. Dan ga je een game maken. Ja. En dan moet je hem ook testen of alles wel werkt. En of alles haalbaar is. Dus maar hun kunnen gewoon teleporten, hè? Ja, dat maakt niet uit. Het gaat om die deck. Ja, oké. Okay. Dat doet de pijn wat minder. Of dat maakt doet wat minder pijn dan. En het doet al minder pijn dat wetende dat we niet de eerste zijn die naar beneden donderen. Nee. Ik ben wel eens gevallen. Oké. Waar ben ik nou en waar moet ik heen? Ik kan ook twee kanten op. Dat is verschrikkelijk hieraan. Ik weet niet welke kant ik moet pakken. Daar zit een dikke jump in en daar lijkt een mindere jump in te zitten. Ik ga deze kant op. Ik speel voor safe, oké, jongens? Ik speel voor safe. Nee, ik kom van de week wel even. Ik heb toch dan nog iets wat met mij moet doen tegen slag. Ja. Oké. En kan iemand dat vertalen? Nee, dat is goed, Mark. Dat is goed. Hagelslag, oké, doe maar dan. Als je dan toch slag doet. Wel gekleurde hagelslag. De slag op Arnhem. Hey, Master. Master Civic, thank you, man. Here comes the money. Money voor de rugworst. Money. Thanks. Dank je. Anoniem. Super bedankt voor je donatie. De 666, oké? You like it? You like it, man? Thank you so much. Anoniem ook gewoon. Gewoon anoniem. Is niet te geloven. En Civic? Thanks, mate. Dank je wel voor je support. Oh, thanks for the 99 cents, man. En voor de 666, anoniem. Wie is anoniem dan? Ja, dat is anoniem. Oh my god. Oh.
Yo! Maar dit kan toch niet? Dit meen je niet, man. Maar, wat is jouw beeld ook fel, ja, dat, joh. Dat gebeurt hier door de zon, dat hoort. Oh. Ik bedoel, het was nog niet moeilijk genoeg. Nee! Oké. Okay. Oh, bijna op het bed ook. Oh! Let's go! Oh, wat een... BAM! Oh, en mensen dachten dat ik naar beneden viel? I'm back in the game, bro. Hey Rob, how you doing, man? Oh, echt als ik dan omhoog kijk. Oh, mijn hart sloeg even over hier, hè? Ja, dat... De game is nu... €6,95 op Steam. Op de computer. Dus hey. Die kun je gewoon pakken en spelen. Is niet heel veel. En super bedankt voor je support, ouwe. Mag even een handje in de chat hier voor Master Civic. Hij klapt er even een 22 in. Thank you so much for the support, man. Even mijn cheat menu activeren, hoor. Want Oh ja. Ik kom weer op hetzelfde stuk aan. Oh. Oh, let's go! Let's go! Brother Leo. Let's go, Brother Leo. Master Civic, super bedankt. Thank you, man. Yes. Thank you. Dank je wel voor je support, man. Weg gaat hier zometeen vallen, let op. Wie wat gaat vallen? Wait. Oh, de weg gaat vallen. Ik heb serieus wel eens een weg zien vallen in deze game in een filmpje. Mm-hmm. En dat zag er inderdaad wel als dit uit. Nee, wacht even. Nou, ik wacht even. Ja, ik wacht is even. Er een andere route omhoog? Ja, via die auto. Oh nee, daar kom je vandaan. Ja, maar als dit in... Ja, dan moet je dus speedrunnen. Nog wat verder. De auto's gaan niet vallen. Oh, dus je moet dan in de buurt van de auto blijven, begrijp ik. Oh. Oké, dus je moet dan één keer rennen naar die auto. Oh! Wow. Ik heb echt geluk dus dat ik hier nog niet ben. Oh... Oké. Okay. Nou ja, ik wil niet zeggen lucky bastard, want... nee, echt makkelijk is dit ook niet, maar... Ik heb tot nu toe geluk. Dankjewel, game. Gun me maar een keer geluk, inderdaad. Oh. Oh. Yo, hoe ver... Oh, boy, ik deed dat zo. Oké. Maakt niet uit. Civic, het komt goed. Ga die game ook halen? Hey, Danny Feyenoord. Moet je niet zeggen, zegt Danny Feyenoord. Hey, Danny... Bedankt, hè. Echt een broeder in arms hier weer. Hè? Feyenoord 1, kameraden. Nee. Maar Rob. Nee. Rob heeft nog naar je zin. Rob, heb je het nog naar je zin? Rob, hoe is dat? Beneden! Ja, goed! Goed. Kontvlees! Oh, nou, dan gaan we weer speedrunnen. Let's go, Rob! Ah, Rob, bekijk het zo. Hup! Wat? No! Wat? No. Ja. Nee. Oh, hij wint wat vol, hoor. Hoe kan dat nou? Mijn gas springt gewoon niet. Waar sta ik nou weer op? Nee, weer langs die tonnen. Oh, nee. En allemaal maar weer lachen in de chat erop. Ze lachen allemaal weer zo. Nee. Dit komt door jullie. Jullie leiden me af.
Jullie zijn echt verschrikkelijke mensen. Jullie zijn echt verschrikkelijke mensen. Sommige van jullie zijn verschrikkelijke mensen, laat ik het zo zeggen. Niet allemaal. Ik had eigenlijk even mijn dochter moeten laten oefenen. Dan had zij dat gewoon even kunnen doen. Oh. Oh, man. Dan had ik deze ellende niet... De benzineprijzen kloppen helemaal, Stefan. Ja, de regering is zo goed geweest. Die heeft gezegd, joh, weet je wel, in Nederland betalen we zoveel belasting. We halen de belasting van benzine af. Dus het is nu gewoon weer lekker 96 cent de liter. Oh man, ik ben nog zo blij dat ik hier nog wel ben. Enigszins, maar ik was daar helemaal boven al. Ik had dat moeilijke stuk gehaald. Ah jongen, dit is echt... Soms springt hij gewoon niet. Dit is shit. Shit game. Ja, nou ligt het aan de game, hè? Ja, ja, daar ligt het zeker aan, Rob. Want ik spring als een malaria-mug, hè? Echt. Een malaria-mug die vliegt, die springt niet. Jawel, een springende malaria-mug. Met springmalaria. De springmalaria. De snel overdraagbare malaria. Ja, ik sprong net in niks. Nee, hij sprong niet. Normaal springt hij veel verder. Dan is het gewoon bam. Kijk, net zoals nu. Bam. Kijk hoe ver ik kom. Hier, van deze streep. Ha! Ja, okay. Normaal overleef je een val van zo hoog als ik heb al gehad. Ook niet. Rob, jij hebt sterke botten, joh. Nee, ik heb broze botjes. Okay, net was ik alleen op een locatie waar ik dat bed pakte. En dan was ik in één keer weer hoog. En die wil ik eigenlijk wel weer pakken. Nee, moet ik nu dit stuk weer door... Ah, nee. Nee. Oh, Adriaan. Bedankt voor je banaan. Oh, Adriaan, bedankt voor je banaan. Dit klinkt zo fout, Adriaan. Ai, ai, ai. Ach, nou, daar komt een vieze smerige strontlicht ook weer aan. Zou ik nu die andere route pakken? Ik pak nu die andere route. Ik bedoel, ik vond deze route stom. Misschien is deze route wel veel leuker. Kijk, dit voelt al een stuk lekkerder, hè? Meteen een sprong maken ook. Ja, nee. Nee. Oh. Oh, ik zie echt helemaal niks ook weer. Oké, kom aan, rustig aan. Oh, daar staat dat bed. Daar moet ik gewoon oplanden. Weet ook iemand waar het record eigenlijk op staat? 18 minuten, dacht ik. 18 minuten? Yo, 18 minuten. Volgens mij, hè? Ja, dan, ja, het klinkt best geloofwaardig. Oh, oh, oh. Ik ben in een bar beland. Ik doe er 18 uur over, denk ik. Adriaan, thanks voor je support, jongen. Moet je nog een pakje Monster? Heinekenbier ligt gewoon in de koelkast. Holy shit. Ja, dit is weer een reden om te zuipen, jongens. Dit is het enige wat zeker is. Dit is een reden om gewoon weer lekker te drinken. Hey, Maverick. Master Civic. Deze vrouw is voor jou. Thank you so much voor je support, ouwe. Ik hoop dat je wel 18 plus bent, want dat moet wel, hè, als je doneert. Ik vraag het nog maar even voor de zekerheid. En super bedankt voor je support, man. Dankjewel. Thank you so much. Wat moet ik nou hier doen? Moet ik hier klimmen? Ik wil hier helemaal niet klimmen. Wel mijn Heineken in de aanbieding. 21,50 voor sixpackie. Ja, de benzine is goedkoop, maar de bier is knetterduur. Hey. Wat is dit? Nee, nee, nee. Gloeiende. No! Ik ga in de lift staan, ik val naar beneden. Ja, moet je kijken hoe ver jij valt en hoe ver ik val. Ik hoor gewoon weer die Mexicaanse kutmuziek. Ja, maar... Oké. Okay. Ik stond in een lift. Ik deed niks verkeerd. Ik stond gewoon in een lift. Een lift. Wat is dit? Ja, je liep net ook over. Civic. Wegviel. Help. Wat gebeurt er in deze game? Ik deed toch gewoon netjes mijn best. Wat een bullshit. Ik ga hem ook halen. Nice, master. Nice. Succes, jongen. Laat me weten hoe hoog je bent gekomen binnenkort. Ah. Oh, nice. Ja, heel nice. Je kunt een lift pakken daar, hè, Rob, trouwens. Ja. Dan ben je in één keer die buizen voorbij. Ja, misschien zeg ik... Ja, hier naar beneden? Naar beneden, achter dit gebouw. Ja, naar links. Verder naar achter. Achter, ja, daarheen, ja. Heel goed, doorlopen. Ja, hier rechts. Daarin. Ja, the sun up my Fremo. Hey, Civic. Lekker, man. Succes, veel plezier met de game. En je bent de beste, bro. Je video's zijn echt leuk. Thanks voor je support.
Mag ik even een handje in de chat hiervoor? Master Civic, let's go! Thank you so much. Oh, nou ja, dat is ook een leuk deuntje. Hey Rob, ik hoop dat je iets hebt geholpen hiermee. Nou ja, dit was nog niet het moeilijkste gedeelte. Dus... Nee, maar ja, je skipt toch een klein dingetje. Ja, het geeft je even wat rust, hè? Ja, ja. Die eerste meters zijn toch wel de rotmeters, hè? Nou ja, ik viel gewoon weer op hetzelfde punt gewoon weer naar beneden. Dus, oh ja, dat is niet slim, hè? Nee, je denkt van, nou, de eerste keer leer je er wel van, maar... Nee, nee, ja. Geef niet op. Weet je, we zijn er allemaal geweest. Nou ja, jij bent er al één keer geweest. Ik ben er al drie keer geweest. Ho, 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 ho. Waar kom ik? Ik sta ergens op een invisible wall met reuzentenen. Ik ben hier gewoon een dikke discotheek, joh. Ik loop gewoon weer verkeerd. Dit is echt gewoon harde kaas. Maar die reuzentenen snap ik dan weer niet. Maar goed, de mensen die deze game maken snap ik sowieso niet echt. Wat? Wat is dit nou voor trap? Ik moet hierboven zijn. Oh nee, oh nee. Waarom... Kan ik hier gewoon weer naar beneden springen? Ik wil gewoon daar bovenop komen. Oh, 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 oh. Ja, 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 gaat goed, gaat goed. Oké, okay. Niks aan de hand. Dit is de bedoeling, jongens. Dit is allemaal de bedoeling. Only up, Master Civic. Oké, okay. Only up, 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 only up. Yes, let's go! Er is ook only way down, dus... Ja, er is ook een... Op mijn piemel. Cap the sun op mijn piemel. Oké. Oké, okay, nice. We're back in the game, jongens. Niks aan de hand. Dit hebben we vaker gehad. En dan komt het helemaal goed. Hey, Civic, super bedankt voor je support, man. Dankjewel. En ga de game halen, Only Up. Het staat bij mij in de titel. Only Up, heel simpel. Ik heb hem ook gekocht, is nu aan het downloaden. Oh, Femke. Wat een influencer ben ik toch weer, hè? Het is niet te geloven. Iedereen gaat dit spel doen. En als je dit spel ziet, ziet het er dan zo leuk uit, jongens. Even serieus. Het is verschrikkelijk. Ik bedoel, de maan. Schijnt door de bomen. Oh. Rob, als jij nu een cijfer moet geven voor het spel, wat voor cijfer geef je het? Ik qua... Ja, qua grafisch en het, op zich, het concept is leuk, dus ik zou best wel een 8 kunnen Volgens mij maakten ze dit eerst in Fortnite. Oké. Okay. Nou ja, ik kan er best een 8 geven, want ik vind het... Op zich ja, oké, okay, ja, okay, ja, ik snap je wel, ja. Alleen, je kunt... Ja, ze hadden er even checkpoints tussen moeten doen. Dat was misschien net... Nee, nee, dat is juist het spel. Nee, want dan anders kom ik nooit verder. Ja, maar als ze checkpoints hadden gedaan, dan was het dus nooit de game geweest die het nu is. Nee, geef eerlijk toe. Nu zitten ze allemaal records achter records achter records te zetten, dus... Nu zit de spanning er ook gewoon echt hard in. Nu is het ook echt gewoon speedrunnen. Wie kan het snelst... De wereld door, ja. Oh. Nou ja, hey. Ooit zal er een dag komen dat ik denk bij mezelf... Dit is echt leuk. Ik installeer hem opnieuw. Ja? Nee, die dag zal er ooit een keer komen dat ik hem opnieuw installeer. Oké. Okay. Nou, succes ermee. Oh nee, waar moet ik uit dan? Oh. Oh. Daar zijn we weer, daar zijn we Ik hoor een piano. Ik voel me emotioneel. Rob, ik wil als huisdier een krokodil. Een krokodil? Ja, dat lijkt me gewoon leuk. Die kan ik loslaten bij de mensen die mij niet leuk vinden. Oh, of die mensen die jij niet leuk vindt. Ja. Ja, dat vooral. Nee, kom niet meer. Kijk, de speedrun van 17 minuten. Nee, dat duurt me te lang. Ik wil het niet eens weten. Ik wil zelf ook dingen ontdekken. Weet je? Een spel helemaal voorgekoud krijgen is ook niet leuk. Maar er zijn allemaal mensen die al precies alles hebben uitgezocht en... Jos vraagt hoe ver het nog is en ik kijk een boog. Ja, we zijn er nog niet, laten we het zo zeggen. Ik ben 27. Ah, nice, Civic. Heel goed. Oké. Okay. Kan ik hier gewoon wel overheen dan? Waarom vertrouw ik deze weg echt totaal niet?
Oké. Okay. Oh, wat open jij nou weer op? Ja, een raadletje. Ik heb de tijd. Ik zit lekker in de trein weer, dus ik ga gewoon weer naar hetzelfde stuk als waar ik... Waarom kan ik hier niet opklimmen? Wat is dit voor glitchy gedeelte? Nou, hier kan ik niet op. Ik moet hier niet heen. Ik moet hierheen. Ja, maar ik wil hier helemaal niet heen, want hier was ik nog niet geweest. Oké. Oh, ja. Oh. Het is up. Ik wil hier niet naar beneden. Oké. Ik vertrouw het gewoon niet meer, weet je wel. Ik vertrouw deze game niet. Hey, waarom staat hier een trampoline? Oké. Op de trampoline. Nou, ik weet niet waar die trampoline me heen moet brengen, maar ik kom gewoon weer hier. Praten de auto, thank you so much voor de 99 cents, man. Welkom bij de stream, leuk dat je er weer bent. Hoe gaat het met je trouwens? Hou eens live. En Master Civic gelukkig, 27 heel goed. Ah, nee. Weet je wat nou nee. Ik heb jeuk in mijn oor. Ja. En ik moet eruit springen nog. Ja, anders ga ik weer terug. Oh, hier is een springkussen. Oh, thank you, Master Civic. Oh, man. Dit wordt lachen. Het eerste wat ik lees in de chat. Ai. Civic, thank you so much voor je support. Denk wel om je centen, hè. Maar super bedankt voor je support weer, man. Allemaal een hartje voorop. Nou, gooi dat hartje voorop er maar in dan, jongens. Ik denk dat ik zal het nodig hebben. Wat gebeurt er? Nee! Ik haat dit spel met alles uit mijn lichaam gewoon. Oh. Hoeveel mensen zitten nu te kijken naar mij, naar deze debiel hier die dit zo staat te gillen als keukenmeid? 292. Oh my god. Trine, heb je bier voor me? Ik heb rust nodig in mijn ziel. Oh. Oh. Yes! Oh, yes! Oh! La. Mario Marit. Roken werkt beter. I got no cigarettes. I cannot do that here, man. I cannot do that. Rob, ik zit in het Rad van Fortuin. Nou, ik loop hier op een trein. Ja, ik weet echt niet of dit slim is. Ik ga in het Rad van Fortuin zitten, jongens. Civic, help! Wat moet ik doen? Even tot op adem komen, jongens. Lig hier racefietsen. Ik wil ook gewoon de racefiets pakken en dit parcours gaan fietsen. Ja, goed idee. Niet vallen, dan gaat het snelst. Krikke, krikke. Ah! Push it to the limits. Oké, wel op een rustige manier. Nee. Push it to the limits. Oh yeah. Walk on it. You better win it. Oké, sorry jongens, ik ben even opgepompt hier. Je moet op de lantaarnpalen. Er zijn geen lantaarnpalen. Bok op met die lantaarnpalen. Ik loop dit fietspad af. Sprint. Welcome to the limit. Welcome to the limit. Ja, waarom zegt iets in mij hier ga naar binnen, maar het andere gedeelte zegt tegen mij loop hierheen. Dit is een shortcut, denk ik, hè? Hallo? Yo. Oh.
Die weg loopt hier de berg op. Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Ik kan op dit... Yo! Oh, daar komt Trina aan. Die heeft gewoon mijn verdriet verwelkomd hier. Je hebt een goudgele rakker. Een goudgele rakker. En een gerstenatje. Een gerstenatje. Nou, kijk eens even aan. Staat er ook serieus op trouwens, hè? Dat zijn die flesjes, kijk. Een gerstenatje. Ja. De andere die aan moet je laten zien. Ja, dat is een goudgele rakker, staat erop. Dat is toch cool? Ja, dat is echt heel cool. Een gerstenatje. Een gerstenatje. Ja, kijk eens, een goudgele rakker. Nou, wat wil je nog? Hey, de chat hier, kijk eens. Nice. We hebben toch een beetje chat, maar hè? Maar ik wil het spel wel een keer proberen. Jij wil het spel een keer proberen? Ja. Dan ga jij de challenge doen tegen Mark. Jullie zijn allebei beginners. Ja, ik ook. Ik ben ook nog in het begin. Op een stream. Ja, Trine die gaat dit streamen, dit spel, tegen met Mark zo in duo. Hetzelfde beeld zo. En wij gaan gewoon kijken. Wij gaan huilen van het lachen. Wij gaan kapot. Dat weet ik wel zeker. Ik ga nu al kapot. Ik voel me echt ook gewoon... Oh man. Jongen, mijn handen jongen, die zijn gewoon zeiknat. Ja, dit spel is niet echt... Nou ja, en... weet je, ik vind het wel leuk. Ik heb er echt lol in. Nee, weet je, ik val nog niet, dus ik kan het nog zeggen dat ik lol heb. Oh. Dit is alleen een bed. Ja, ik ga dit bed pakken, Rob. Ja, pak jij het bed maar. Oh. Yo! Oh, jij hebt gewoon weer geluk, zeker? Ja, ik heb hem gehaald. Ik heb gewoon skills. Yo. Ah, dat scheelt serieus dit hele gekke shit klimmen, dus ik ben er echt wel blij mee. Oh man, ik verdien echt een biertje nu. Oh man, jongens. Cheats! Hey. Wow! Professional, oké? Okay? Waarom staat er hier een lift? De laatste keer dat ik een lift tegenging op, viel ik naar beneden. Ja, de laatste keer dat ik hier was... ...viel ik ook naar beneden. Oh, deze lift gaat omhoog. Oh, oké. Okay. Wow. Is goed, Linda, raadjes. Joejoe. Oh, man. Yo. Wat? Een appartement? Hey, Rob, moet je nog pissen? Ja. Kijk dit dan. Wow. Dit is zo leuk gemaakt. Wat ligt op tafel? Een lijn cocaïne. Oh, nee. Een droge worst. Laat maar. Oh. Nou ja, het was ook witpoederig. Ja, nou ja, je zit in Brazilië, dus... Kijk, het is waar het eerst aan denkt natuurlijk, hè. Kijk, dat komt het eerst in me op. Kijk, sommige mensen denken als eerst aan een worst. Ik dan eerst aan een lijn cocaïne. Blijf uit mijn huis. En je hebt 11 mensen thuis, White Tiger. Wat een krappe bedoeling dan. Het is een eenpersoonshuis. Oh. Oké, ik heb nu de kalmte weer. Ik ben oprecht wel blij dat ik zover ben al. Nou, ik ben oprecht blij dat ik weer op hetzelfde stuk ben als waar ik de vorige keer dood ging. Moet ik serieus op deze keer... Ik moet op creditcards gaan springen, Rob. Nou ja, ik heb in ieder geval wel een persoonlijk record gezet van hoe snel ik hier weer ben. Oh man, dit is echt niet goed, jongen. Laat Trine het nu anders overdoen. Ja, dag! Hallo, Mats. Met alle liefde voor Trine. Maar ik wil dit niet laten verkloten door iemand die dit nog nooit heeft gedaan, want... Dit is echt pittig. Moet ik besef dat Rob daar beneden ergens daar. Daar zit hij ergens. En ik zit ergens. Ja, zie je die toren, Rob? Ik zit op die top van die toren die jij ziet. Dus die hele hoge toren die daar staat, bij de top ben ik. Holy shit. Ja, dus voel mijn pijn. Ah! Oh! Oh man, ik haat dit echt. Oh, dit is zo pijnlijk. Oh. Oh. Een goudgele rakker. Yo, dikke Rolls-Royce, jongen. Dikke gouden pistpot. Knoepets, ik ga even kakken hier. Ah, heerlijk. Even mijn momentje pakken, jongens. Even mijn momentje pakken. Oh, yes. Oh, man, oh, man. Je moet gewoon doorgaan, opgeven bestaat niet. Ik ga sowieso door tot ik boven ben. Ook al ben ik 2 dagen bezig. Civic, ik denk dat je langer bent dan 2 dagen. Rob, wat ben je aan het doen? Nee. Waar sta jij, Rob? Op een zeer ongelukkige plek.
Ja. Ja. Kun je nog naar boven lopen? Nee. Nee? Misschien wel, dat je daar kan bukken en dan eronder door kan lopen en erop klimmen. Mas Civic, I'm gonna do my best, man. Nee! Treinrels, treinrels, Nee! Treinrels? Ja. Ja, lekker op! Valt mee! Dit scheelt weer een stuk, dat scheelt die buis in ieder geval. Ja, maar nu heb ik geen trein die me brengt. Nee, dan moet je even lopen. Mark! Ja, Mark kijkt niet meer, dus die kan het niet... Yo, een kluis! Met een strontpot! Waar moet ik heen? Oh, dat is gelukkig geen stuiterbed. Moet ik hier ergens omhoog of zo? Nou, praten de auto, maak je geen illusies. Winnen zal ik niet doen. Oh. Yo, no! No, 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 no. No. No, 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 no. No, no? Nee, moet ik... Daar terug staat een lift. Nee, er staat hier geen lift meer, toch? Oh. Nee, er staat hier geen lift meer. Nee. Ik moet hier overheen klimmen, dat is 100% zeker. Ik moet gewoon over die mannies heen klimmen. Misschien als ik op dit dak kan springen vanaf daar? Oh! Oh. Ieder maan schijnt door de wolken. Avondje van Sinterklaas. Oh man, oh man. Een stuk verder beneden staat de lift. Ja, nee, ik ga op de dollar springen. Het is goed met die lift beneden. Ik ga niet meer naar beneden. Ik ben in die lift gegaan. Ik heb net in een lift gezeten. Ik moet naar dat gebouw daar. En dit is de enige weg die daar naartoe gaat. Met een lift, die gaat daar niet naartoe. Oh man, dit is echt puur focus, jongens. Oh. 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 She can't take away. Oh. Een hele koffer met geld, jongen. Wat? Hoe, oh. Wat? Hoe dan? Oh, yes! Een helikopter. Helikopter. Ja, op die hoogte vind je die wel. Waar ja. Ik nu op, vind je die nog niet, hoor. Nee, jij hebt treinen nog, Rob. Jij is nog bij de treinen. Oh, oh, bijna niet meer. Je moet bij die poppen, die brengen je omhoog. Die poppen, die hangen in de lucht. Mag ik gewoon de trap nemen, jongens? Oké. Mag ik gewoon de trap nemen? Ik vind het heel leuk wat jullie me aanbieden. Troll. Maar dit maakt me wel zorgen. Troll? Er staat hier troll bij deze route. Oh, dat is wel een leuke route dan. Nee, dat bed. Rechts een bed. Wat? Ja, dat bed? Waarom, als ik dat bed pak... Je adem wordt zwaar. Ja, ik weet wel. Als ik dat bed pak en je landt hem perfect, kan ik naar die ballon. En dan kan ik op die ballon kan ik in één keer naar boven. Het is sneller, maar gevaarlijk. Ja, daarom. Ik ga gewoon met de trap. Jamaica Airlines, let's go. Dit komt goed. I got this, oké? Okay? Ik wil ook liever dat bed pakken. Speedrunning! Als ik hier ooit nog een keer kom, pak ik het bed. Speedrunning! Ja, ik ga wel met de trap. Ik ga met de trap het gebouw op. Jullie zijn pro. Of jullie kijken naar pro's. Deze jongen doet het lekker met zijn eigen momentjes. En zijn eigen snelheid. Heerlijk, Rob.
Nou. Oh, de piano gaat weer af, hoor, Rob. Ik ga weer op een moment hier, hoor. Ik voel me weer helemaal goed. Ik voel me een soort Tamagotchi XL. Tamagotchi XL. Ja. Gewoon een Furby. Oh, wat ga ik lekker, hè. Dit is toch zo mooi. Dit duurt te lang. Hey, White Tiger. Wil je dat ik stop dan met streamen al? Lekkere vent ben jij, zeg. Ja, man. Knoepert. Het is net begonnen. Ja, ga jij eens even terug naar Albanië op vakantie? Kom op, zeg. Hoppa. Ik zit lekker in de flow hier. I take my time. Weet je, moet je kijken hoe makkelijk deze route is vergeleken bij dat bed. Ja. Dus kijk hoe makkelijk zijn route is in vergelijking met mijn leven. Houd toch op, Rob. Jouw route is heerlijk. Ja, die trein. Ja. Dit is toch een fijne trein? Ja, joh. Ik heb hier echt geen leuke route, hoor. Oh. Elke keer denk ik van, ik ga het bed proberen te pakken. Maar aan de andere kant denk ik ook bij mezelf, ja, als ik dat verknal... Ja, die bedden daar, die zijn er niet... Rob, doe je wel een beetje rustig aan? Een iets klein verkeerd momentje van... Als je gaat lullen en een beetje lopen en dan neem je het niet serieus en dan gaat het fout. Oké, hier staat een bed. Ik ga het proberen. Ja, dat is een bed, dat gaat 2 centimeter hoog. Ik neem dit bloed serieus. Kijk, af en toe kun je een beetje pakken zo, hè. Kijk. Dat heb ik goed gedaan. Dat heb ik goed gedaan. Ik ben bijna net zo hoog als de skyscrapers in de bu... Ik ben veel hoger dan die skyscrapers, joh. Daar klopt niks van. Nee, ik ben nog lang niet zo hoog als die skyscrapers. Ik ben bijna net zo hoog... Ik ben bijna... Nee, oké, jij moet nog even, ja. We zijn er bijna, Nou ja, ik begin nou wel op een plek te komen dat ik denk van, nou, nu ben ik al aardig ver. Ja, ik begin ook bijna weer op het punt te komen dat ik denk, hé, hier viel ik naar beneden. Ja, ook leuk. Ja. Ik heb echt zweetklauwen. Jongen, het loopt me gewoon schuimend onder mijn oksel vandaan. Wacht even hoor, dit wordt hem. Ik ga met een lift omhoog, Rob. Ik ga... Nee. I'm going up. Yep, I'm going up. Dat ik weet niet waar ik naartoe ga, maar ik ga omhoog. Kan niet goed gaan. Het is die party. Winner staat erbij, Rob. Nee. Ja. Ben jij er? Nou, nee. Dat lijkt mij heel sterk. Wat, moet ik nou hier naartoe? Oh, winner! Heb ik hem gehaald? 110 minuten at the game. Oh. Wat? Ben ik nou winnaar of niet? Nee, je bent er nog niet. Oh. Ik dacht dat ik er was. Ik voelde me ook gewoon even goed of zo. Dit was de troll. Ik weet het niet. Wat is dit? Weer een lift. Ik ga nog een keer op een lift, Rob. Ik ga de ruimte in. Nu wordt het pas leuk. Oh, nu wordt het pas leuk. Je zit op 50%. Ah, nee. Ik zit op 50%. Nee, hou op, jongens. Ik ben 2 uur bezig. Dus dat betekent dat ik nu nog 4 uur bezig ben. Oh, man. Totally mixed up, joh, man. Ja, de keren dat je nog naar beneden dondert. Ja, nou ja, als ik hier val, dan lig ik dus weer helemaal beneden, hè. Nu heb ik het over 200 meter gewoon. Ik wacht wel eerst even op Rob. Inderdaad, dat is goeie. Ik wacht even tot Rob hier ook is, dan kunnen we samen door. Oké, waar komen we uit? Ik ben in ieder geval hoger als de skyscraper, Rob. Oh, dat is wel... wel nice. Ah, hier staat Harry de Harp en een schaap. Goedemorgen, schaap. Nee. Hey Rob, daar ben je vaker geweest. Ja, dit ging niet helemaal... Even kijken hoor. Ik sta nu echt gewoon in de Griekse hemel, voor mijn gevoel. En ik zie een trap, dus nou ja, je weet wat ik doe, hè. Speedrunnen, want ik sta bekend als speedrunner, YouTuber. Ja, als iemand het speedrunt, dan ben ik het wel, jongens, hè. Oké. Wat is dit nou weer? Een of andere verbrande vinger? Oh joh. Wat is dit voor glibber? Glibber shit! Oké, dit is wel... I forgot to turn off the kettle at home.
I need to go back. Wat? Or whatever. Ik ga niet terug, nee. Wat maakt mij nou uit? Ik ga gewoon door, ik ben een strijder. Ik ben Kroompie de strijder, ja? Ik bedoel, kijk hoe ver we al zijn. Voor mijn gevoel ben ik al heel ver. Wacht, even boven me kijken. Nou ja, kijk eens even naar beneden, dan... Oh, jongen, jeetje! Nee. Lennart! Lennart! Hey Kroompie. Je bent er net, oké. Ik vergeef het je. Meganico, hoi, ik zie je. Ik ben een spel aan het doen waar ik wat minder op de chat kan letten, want ik moet heel erg focussen, oké? Dus niet potverdorie, joh, Twitch reageer je vaker. Nee, dat is het niet. Lennart, super bedankt voor je donatie, thank you so much. Ik ben 2 uur aan het strijden hier om naar boven te lopen, hè? Ik ben vanaf de grond naar boven geklommen. Als ik val naar beneden, dan is het klaar. En jij komt binnen met zo'n klapper. Alabaster, man. Wil dat nooit meer doen. Oh, super bedankt voor je support, man. Dankjewel. Welkom bij de stream. Hoe is het? Je had serieus niet gedacht dat je zo ver zou komen. Heb je nou over mij? Over... Ik dacht echt dat ik hier ging vallen nu, kerstboom. Hoezo denken mensen dat ik niet zo ver zou komen? Ik ben best wel pro, hoor. Ja, dat best... lijkt nu wel. Ja, ik bedoel, ik heb vaker een game gespeeld. Yo, dit loopt echt beroerd. Ja, let op, hoor. Dan ga ik hier zo meteen gelijk weg. Oké, gewoon rustig lopen. We kunnen dit. Hey, Lennart, super bedankt. Het was een close call, ja. Ik viel echt letterlijk bijna naar beneden op. Het mooie is, dit is eigenlijk weer een soort reset. Dus als ik nu naar beneden val, val ik zo ver. Dan lig ik gewoon weer helemaal beneden. Nou, geloof me, dat is niet zo ver, hoor. Nee! Rob, ik kan niet meer de grond zien. Oh! Hallo, Moto. Lennart! Kloofjol! Dankjewel voor je donatie, hè, kerel! Ouwe Gribalter, Thor! Jongen, mijn hele oren weer kapot, hè? Ik zit hier full focus te lopen over een ruggengraat 2 uur lang al, hè? 2 uur lang. Concentratie hier. Lennart, super bedankt voor je support. Mag ik even een handje in de chat hier voor Lennart? Ai. Gelukkig heb ik nu weer een kalmerend pianootje. Dat komt af en toe even, weet je wel. Het kalmeert mijn leven weer even, Lennart. Dan kom ik gewoon weer even bij. Dan voel ik me gewoon weer even lekker in mijn apropos. Hè? Dat ik hier niet met mijn blonde string naar beneden plikken zo. Ja, Rob, wat is er? Ik ga denk ik wel weer naar beneden flikkeren. Hé, je bent hier. Waar ga je heen? Oh, je moet daarheen. Ja, daar moet je heen, ja. Ja, gewoon W indrukken en springen. En dan op die ronding landen. Ik spring! Nee. Spring toch! Je loopt niet vooruit. Ja, maar Rob, je hebt hem op loopstand staan. Rob, als je hem op loopstand hebt staan, dan kun je niet ver springen. Daar kom je nu pas achter, zeker? Nee, daar kwam ik al wel achter, maar... Je had hem op loopstand staan, of niet? Dat denk ik dan wel. Ja, en dan spring je inderdaad maar een halve meter ver. Maar gelukkig, je bent er zo weer. Ja, je hebt dit al zo vaak gedaan. Ja, hoppakee, easy. Hoppa, ook gewoon mooi om te horen. Ja, speedrun, easy. Staan er bij het eerste gedeelte. Oh, ik wil niet lachen. Ik ook niet meer. Ik wil huilen. Ik ook gewoon hard huilen. Ik wil huilen. Ik heb nu al wel... ik wil niet naar jouw beeld kijken, dat doe ik toch. Nou ja, ik kijk naar mijn eigen beeld. Ik hoor onweer en regen. Hoe kan het hier nou regenen? Ik ben boven de wolken. Ja, wat krijgen we nou? Ik heb maanregen. Waarschijnlijk staat er een marsman te zeiken op dit moment ergens. Gadverdarie, precies op mijn hoofd. Heb ik weer.
Echt waar, ik heb nu al in de zin in de stream dat Mark dit gaat spelen, echt waar. Ja. Wat? Hersenpan? Is de regen glad? Of valt het mee? Waar moet ik nou weer heen dan? Nee, oh, nee, wat... nee! God! Spoortje? Nee! Oh nee! Rob! Calm down, man! Wat doe jij nou? Goh, ik schrik me echt kapot, man. Nee, wat denk je van mij? Ja, ik zit te kijken naar jouw beeld. Ik zie al 33 heen en weer springen. Ja, ik kon de wissel niet maken. Oh, ik neem zo'n slokje. Ja, ik neem nog even de Ritalin. Oh. Only up now, joh. Pracht game. Oh. Oh. Krijg je de beste auto van races? Ja, zeker. Vind ik een fijne auto. Oké, jongens. Been door mijn kabel heen van Wat? Hoe de fuck moet ik daar komen? Nee! Mama! Nee! No! Ja. Rob, waarom ja? Waarom? Ik ben alleen maar aan het strijden voor jou. Ja. Maar jij weer. Nou, gelukkig wil ik het zeggen. Hoppakee, speedrunner! Sometimes it's hard to choose the right path, but don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. I'm not fucking done with this game, yo! Ha! I'm not done! Zo ver was je de vorige keer toch nog niet? Nee, dus ik ben nog nooit zo ver geweest, man. Nee, dus heb je gewoon... Voor jezelf heb je al een recordje gezet. Ja, ik ga door. Ik ben maar een heel klein stukje gevallen, hè. Ja, in vergelijking met de afstand naar mij is dat inderdaad een klein stukje. Nee, kijk maar, met de lift ben ik weer boven. Ah, nee, hij... jongen! Oh. We always learn from our mistakes, Rob. Ja, ik sprong toevallig op een doorzichtig platform. Dat was serieus geluk. Anders lag ik helemaal weer beneden. Dus, nou kom, we hebben die kaklammigheid. Ja, ik ben ook wel eens lam. Wat bokken. Weet de chat niet hier ergens een cheat manier om nog hoger te komen? Oh. Een bed? Ja, maar die liggen allemaal zo ver van de route af. Ja, maar die, van die bed springt je heel hoog de lucht in naar het volgende bed. Yo. Nou, ik denk dat ik straks in bed lig en dat ik nog treinrailsjes... Ja, nee, als je in bed gaat liggen, dan spring je omhoog. Pas op. Dat is nu, hè. Dat moet je even oppassen. Ah man, ik dacht dat ik nog veel dichterbij was. Ik moet dit allemaal weer klimmen. Dit is een verschrikkelijk punt. Gadver. Gadsidari. Kerstboompje, jij dacht nooit dat ik zo ver zou komen toen ik hier was. Oh. Nou, ik loop er over die ruggengraat. Zie, dit viel echt serieus mee. Dit is echt oké. Okay. White Tiger, wil jij even je mond houden met gaan naar beneden? Ga even lekker aan je ballen zuigen. Gadverdari. Ik ga niet naar beneden. Ik ben het niet snel eens met White Tiger, hè, maar... Rob, waarom gunnen jij mij niet? Ik gun jou alles, maar niet zo'n grote voorsprong. En dit is geen voorsprong. Ik ben nog steeds niet boven. Oeh. Ah. Ah. Ik moet eerst even pauzeren tussendoor, zo. Oké, nu voel ik me beter. Hé, shit, wolken. Ik zie ook niks meer nu. Rob, kijk eens in de lucht. Als je een wolk ziet, dan ben ik. Ja, in die wolken zit ik. Oh, dat is een behoorlijk eind weg. Ja, dat is een stukje omhoog. Ik heb ook echt heel erg naar mijn zin hier op dit moment. Ja, als ik naar boven kijk, krijg ik er ook heel veel zin in. Ja, nee, het is echt leuk hier. Kom dan maar. Ja, je zit te treuzelen, hè. Weg. Dat doe je gewoon expres. Ja. Oh, nee! Oh,
la 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 la. Lennart! Even vallen, Kroompie. Nee! Niet even vallen. Dit is mijn levenswerk op dit moment. Dit is moeilijker dan een kind maken, geloof mij. Nou, can confirm. Can confirm. Can confirm. Nou, hier bedoel ik. En een kind maken is ook geen pretje, hoor. Nou ja, is best een pretje. Maar, dit niet. Het is best lastig, maar dit is geen pretje. Oh, er staat er een bed. Ik zie het al. Ja. Jij wilt dat ik op dat bed spring. Misschien ben ik wel... Ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien ben ik wel een bedspringboy. I want it that way. Bedspringboys. Ik ga niet op de bed springen. Ik ben hier al boven. Het is goed met je bed. Dan kom ik alleen op dit plateau waar ik al ben. Dat is gewoon voor als je val. Ja. Nou, waarom heb ik nooit een bed? Ja, die staat daar links van je. Moet een andere route nemen. Ja, maar ik ben autist, dus ik neem elke keer gewoon exact dezelfde route. Exact elke keer links langs deze ton, nooit rechts. Met een nieuwe video. Adriaan! Ik ben wakker, jongen! Ik ben... knijten wakker. Hier, welk biertje ben je aan het drinken, Adriaan? Welke wijn? Oh. Oh, wat een geluk jij weer. Geluk? Dit is ja. Verschrikkelijk gewoon. Nee, dat zijn gewoon, is allemaal gewoon geluk. Ja, maar hier viel ik net. Dit stuk slaat nergens op. Dit kan gewoon niet. Oh! Mamma mia, pipa mia, papatati, tati, tutoti, tati, hakiki. Allegro Melo. Ja, Allegro Melo. Allegro Melo. Nice, nice, nice. Naast het standbeeld is een bed. Welk standbeeld? Oh, ik zie geen standbeeld. Oh, hier. Oké. Okay. Oh. Nou, wie weet ik daar ooit heen ga. Nou, dat ga ik niet redden. Hallo. Dat ga ik niet redden. Daar kan ik niet komen, jongens. Wow, 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 wow. Is dit een troll? Ja, pak het bed. Oh shit, ik weet het al. Ik moet vanaf de... Nee! Oké, oké. Niks aan de hand. Gewoon door de wolken kijken en land op je plateau. Land op je plateau. Land op je plateau. Voor mij is het daar geen plateau. Wat dan? I got this. Nothing on my hand. I got this. Ik wil even de muziekje nog een keer luisteren. En ik gun ook Rob even wat tijd om wat dichterbij te komen. Wat een... Ik hoor daar weer een... Ik zag dat bed niet. Ik weet nu welk bed. Dat bed zag ik niet. Ik zag alleen een bed beneden. Als jullie zeggen bed, ja weet ik veel. Weet je, die wereld is knijter groot. Ik zag het bed. Ik ga zo meteen het bed pakken. Dit gaat helemaal goed. Brian, doe jij dat ook maar even. Adriaan, super bedankt voor je support. Lennart, dankjewel voor je support, man. Je verdient het nu ook om helemaal naar beneden te vallen. En wat terror! Wat ben je voor Bill na het ridder? Kun je niet maken, joh. Oh, ik denk ik kan meteen de trap springen en door. I got this, man. I got this. Ik weet nu hoe het moet. Dat gaat helemaal goed komen. Hier, let op. Ik ga hier overheen klimmen zo. Oké, dan klim ik hier weer even zo, omdat dit heel glad is. Dan hebben we dit ene nare stukje. Het is echt even één nare rotstukje. Maar als je hem hebt, dan heb je hem, oké? Het valt echt mee. Het is te overzien. Je moet alleen niet vallen. Nou ja, dat ga ik waarschijnlijk wel doen, want dit is de derde keer dat ik het ga doen. En de derde keer gaat het altijd fout.
Oh. I got this, you. I got this. Zo. En dan gaan we rustig omloop lopen. Rustig de focus pakken. En naar het bed toe gaan. Ik ga nu naar het bed. Oké. Ik ga naar het bed. No worries. Het komt helemaal goed. Geniet van je melo, Adriaan. Dit gaat helemaal goed komen. Brian, geniet ook van je pils. We kunnen dit. Ik ben professional. Vreselijk dit, Rob. Vreselijk. De tocht is dood. Oh, wacht. Jij bent op je plek? Ik ga even kijken. Even kijken naar Rob, jongens. Stilte. Deze heb je nog nooit gehaald, deze sprong? Nee. Waarom gebruik ik geen slow motion dan? Ik heb skill. Oké, wat je hier moet doen is gewoon bij die ronding gaan staan, daar moet je opspringen. Ja, dat kan. Gewoon er goed bij gaan staan en dan kun je er gewoon naartoe springen, spaatsen. Dat is hele makkelijke. Hij lijkt moeilijk. Iets verder nog? Ja, oké, nu naar rechts kijken met je muis. Dan draai je automatisch. Ik zou iets naar rechts gaan nog, weer iets terug. Ja, en dan gewoon een goede sprong doen. Sta je niet op lopen? Dat weet ik dus niet. Nou, check even of je niet op lopen staat, want anders donder je weer naar beneden. Oké, perfect. Ja, goed zo, Roppie. Ja, kijk eens. Nou, gewoon jumpy. Ja, en dan hier omhoog, springy. Jumpy. Ja, kijk eens. Dit is best makkelijk. Dit is serieus best makkelijk. Dit is gewoon naar voren lopen, neem je tijd, jumpy. En niet lopen, zet hem niet op lopen. Wat dan? Ik kan hier toch, hoef ik nog niet... Jawel, zet hem gewoon niet op lopen. Doe gewoon slow motion lopen dan. Ja, maar dat duurt zo enorm lang. Ja, maar je vergist je zo meteen weer met een sprong en dan sta je beneden. En dat duurt veel langer. Kijk maar naar de afgelopen 2 uur. Wat een kutvent. Ja, nou, maar dit is een feit. Als je dat lopen hebt ingedrukt en je faalt erin, dan gaat het echt fout. Ja. Maar wat je kunt doen is 1 keer shift indrukken, 1 milliseconde, en dan heb je lopen uitgezet. Spring je nou naar achter? Ja, ik zit ook al te kijken. Hoe komt dat? Oké, ik loop hier nog even gefocust omhoog, jongens, voordat ik de chat weer kan zien. Dit is een vreselijk moment in mijn leven, jongen. Dit is echt een vreselijk moment. Dit is nog erger dan de eerste keer dat je een blokrooster hebt op school. Ai. Dit is nog erger dan dat je eerste vriendinnetje die je verkering vraagt nee zegt. Het lijkt wel dat alle knappe vrouwen op de wereld zijn uitgestorven. En dat jij samen met de allerlelijkste bent overgebleven. En daarmee moet voortplannen om de mensheid te redden. Nou, daar ben je lang mee. En dan heb ik het vooral over het innerlijk wat heel lelijk is. Beide gewoon. Verschrikkelijk. Zo voelt dit. Echt waar. Het is pijn. En ook elke rib die gaat langs mijn reet heen. Dus die schuurt de hele tijd mijn anus verder. Man, het lijkt wel of ik 32 dagen aan de dunne diarree ben als ik dit stukje loop. Maar ik ben blij dat Rob het haalt. Oké, Rob, nu is het heel makkelijk. Je moet vanaf hier naar rechts springen. Even de tijd. Met een redelijk vlotje, zeg maar. Een shift sprint doe je, zeg maar, een snelle jump. Is in ieder geval aanraden om een beetje door te lopen. Ja, maar je kunt hier niet lopen. Nee, maar je moet gewoon springen. Gewoon een goede sprong doen en dan gewoon spatie. En dan niet daarna nog 36 keer spatie. Gewoon spring, spatie. Slow motion, Rob. Heel goed. En dan hier. Hij staat op. Ga je daar tegen die paal aan staan, dan ga je op die paal springen klimmen. Oh, dat ben ik wel gewend. Op een paal klimmen. We hoeven die details van Titi als ze niet te delen. Oké, sorry. Oh, dit gaat echt, jongen. Dit is. Even naar op kijken, jongens. Nee. Alsjeblieft. Ga door. Oké, ik ga door. Alsjeblieft. Doe me dit niet aan. Ja. Oh, nee. Ja, heel goed. Oh. Ja, heel goed, Rob. Steady, hoor. Steady. Oh. Oké, nu naar dat land toe. Dat is Mark Max. Weet ik hoe die heet. Hoe moet ik dit halen, man? Oh!
Daar is dat kakbed. Ja, maar ik moet hier naar boven. Nee, ja, die buis op, ja, sorry. Dat kan ook. Ja, die buis op, sorry. Toch? Ja, ja, die buis op. Fucking shit, jongen. Oh. Ja, die buis. Die buis niet volgen. Nee, de buis volgen. Ja, ik wil alleen maar weten of hier nog een cheatroute zit. Nee, man. Ah, verdampt nogmaals. Ja, links van je dat bed. Ja, ik zie dat bed. Maar als ik op dat bed ga springen, gaat het fout. Ik ben niet goed in bedden springen. Het is hartstikke leuk dat jullie allemaal goed in bedden springen zijn. Laat mij nou gewoon rustig klimmen. Weet je, dit voelt goed. Dit voelt echt niet goed. Dit voelt echt pure stront. Dit voelt echt niet goed. Dit voelt echt. Moeder Teresa. Heilige Maria. Oh. Ah, Da Vinci. Lukt het erop? Ah, je bent lekker bezig. Ja, hier inderdaad daar naar links springen. Daarop. Ah, ik ben echt trots op je, Rob. Dat mag wel even gezegd worden. En ik zie een windmolen. Ja, dat is mijn punt waar ik zat te knoeien. Dat komt goed, Rob. Oh. Ah. Even jongens, even allemaal netjes nu even hier. Proost. Oké, okay, daar gaan we. Houden jullie je adem wel eens in als ik spring? Want als ik spring, hou ik mijn adem wel eens in. Dat ik gewoon denk... Ja, Rob, lekker man. Dit is een leuk stukje, hè? Die lijkt heel eng. Ja, leuk, hè? Go for it, bro. Let's go. Ik ga heel even wat drinken. Ah, ik heb echt vertrouwen hierop. Hij kan dit, hij kan dit. Daar gaat hij. Daar zijn de treinen, hè? Ja, ja, ja. Ja, maar dit is best makkelijk. Gewoon sprinten en springen en klaar. Maar niet als je er bovenop staat blijven lopen, hè? Ik probeer het. Ik geef je een chipje. Is een chip? Ik moet alleen eventjes iets verder achteruit, denk ik. Sta ik nou? Ja, ik sta wel op rennen. Oké. Ik ga dood. Lekker, Roppie. Oh, my man. Oh, jeetje. Aight. Lekker, jongen. Oh. Lekker, Roppie, jongen. Kijk hem gaan. De laatste. Come on, you can do it. Dit is je moment, Rob. De laatste. Easy, easy. Is de okay. Laatste, zegt hij. Weet je waar je dan helemaal heen moet springen? Ja, dat ben je nog lang niet, maar dat... Ja, wel, die laatste jump is makkelijk. Let's go! De laatste jump is makkelijk. Flikker toch een head op, man. Oh, die was ik vergeten. Maar... Dat is een klein stukje, maar gewoon hetzelfde, precies hetzelfde doen als hier. Spring, spring. That's it. En niet doorlopen op dat plateau. Het is echt makkelijk, Rob. Gewoon spling, spling. Spling, spling. Spling, spling. Ja, het is makkelijk, Rob. Hij heeft gewoon spring, spling. Samba bij? Spling, spling. Spling, spling. Oké, okay, kom op, Rob. Je kan dit. Doe het voor Zoomie. Come on. Yeah! Yes! Yes, Rob. Ah. You got it. En dit komt nog 200 keer. Heerlijk, hè, Rob, dit spel. Wat zei je nou? Nog eentje, die balk. En dan ben je bij een machinekamer die heel irritant geluid maakt. Nou, ik denk dat ik die dan maar niet ga halen, oké? Okay? Jawel, kom op, go. 1, 2. Maar dit kan ik gewoon normaal doen, toch? Normaal springen? Spring alsjeblieft je ziel van je lijf, Rob. Oké, sorry hoor. Nee, ik ben niet boos, maar... Ja, lekker!
Dit is how I like it. I like it hard and deep. Let's go. Oh yeah. Come on baby. Jump. Spring. Ja, Robby. En dan mis, weet je wel, dat hij eraf ketst. Oh, lekker, Robby. Ik ben trots op je, man. Nice. Nou, hier moet je over die lopende band heen lopen zo meteen en dan loop je door. Have fun. Oh, nee. Ja. Nou, ik ben weer bij een engeltje, hoor. Met een flippy. Met een piepie. Zou ik daar bijna naar beneden donderen? Ja, daar ben ik al een keer naar beneden gevallen, dus... Bin der ook weer en don dat ook weer. Wow, help! Heilige Maria, help, help, help. Oh, kon u met mij vertellen dat dit een springplank was? Jeetje, man. Ik schrik met mijn kont schurft. Die grote Jezus is heel glad. Oké. Ik vond het al glad, Jacco. Maar goed, oké. Met alle respect, we gaan let's go. Hij ziet er ook heel glibberig uit, trouwens. Ai, ai, ai. Moet ik op die vlammende hand gaan staan, jongens? Als je daardoor naar beneden kan donderen, ja. Ja, dat moet mijn weg omhoog zijn, denk ik dan, want... Oh nee, ik denk daar naar daar. Oh, shit. Oh, man. Wat? Zijn hand gaat eraf. Oh. Oké. Nou, dit heb ik altijd al willen doen. Waarom draait hij zo? Ik word misselijk. Waar ga ik heen? Ik ga hem onder zijn baardje kietelen, let op. Had wel humor, hoor. Kiddy. Heb ik al gewonnen? Education breeds confidence. Confidence. Rob, een Elytra! Oh, cool. Ik heb een Elytra. Go oh, yeah. Fly. Hoe lang ben je al bezig? We zijn meer dan 2 uur bezig. Ai. Ik zie een aap. Het is niet te geloven. Monkey is ook weer van de partij. Oké, moet ik hier zijn? Ik ga er gewoon vanuit. Want die hand gaat weer terug. Doeg, meneer Hand. Het was leuk. Hallo, aap. Wat ben je aan het doen? Hij kijkt naar een skelethoofd. Oh. Rest in peace. Rob. Oh, dat is wel cool. How to adapt socially. How to fight cognitive distortions. But over the years in school, I've only gained scoliosis. Die moet van Mark zijn. Dat is echt waar wat hier ook gezegd wordt, hè? Op school kun je beter leren hoe je geld moet verdienen en dat soort dingen. Maar nee, dat leer je niet. Je leert alleen maar onzin op school. Ja, jongens. Ook goede dingen op school. Ook goede dingen. Je leert ook goede dingen op school. Oké, maar goed. We zitten nu op een apenschool. Hartstikke leuk. Rob? Ik voel al dat jij gewoon de finish ruikt. Oh, dit gaat echt zo fout aflopen. Zon op mijn friemel! Ik heb de zon op... No! Hey, je hebt in ieder geval Elytra. Ja, als ik hem had. Kijk, want ik sta echt weer op zo'n punt... Als het fout gaat, donder. Ja, die is best oké, die is wel te doen. Ja, maar als ik ga, dan is er niks wat mij op kan vangen. Nee, maar Rob, die is serieus best te doen. Je gaat daar boven op het puntje staan en dan spring je gewoon. Op dat andere hekwerk. Op daar. Oh, ja, wat wou je dan doen? De kabels kun je niet oplopen, dus dan weet je het vast. Oh nee, dat is... Kijk, ik zeg het je heel even. Ja. Oh, jeetje man, hoe dun kunnen ze dit maken? Alright, let's go. Dit is echt zo dun, Duncan Lawrence, echt. Yo, boeken, wat is dit? Bam, zweven hier kaarsjes, echt. Oké, wacht. Rob, ga op puntje staan en je springt naar beneden. That's it, easy peasy. Dit is de tricky part.
Nou, ik vond de hele game al behoorlijk tricky. Maar als dit de tricky part is, oké, okay, I deal with it. Oh, want ik kan niet omhoog springen, want ik spring... Ja, ja, mag. Ja, ja, ja. Kijk, Rob, het is heel makkelijk. Gewoon een sprongetje doen. Niet een klein sprongetje, gewoon... Huppatee. En dan gewoon stilstaan erbovenop. Yo, waarom spring jij nooit? Ik sprong! Nee! Jawel! Jij loopt! Ik was niet aan het lopen. Nou, zo zag het er wel uit. Ja, hij sprong niet, maar dus ik viel gewoon naar beneden, maar... Hoezo zegt White Tiger, gaat terug? Hoezo gaat terug? Nee, Rob. Nee. Just go for it, oké? Okay? Hierachter zit een ton, dan klim je erop, loop door. White Tiger wil je alleen maar naaien. Is er iemand die Hebreeuws spreekt, of hoe Arabisch spreekt? Heb ik een woord gezegd die bestond? Daar ben ik altijd benieuwd naar. Als ik gewoon hajule zeg. Harry Potter dit. Ja, maar het zijn allemaal films die ze pakken. Ze hebben Harry Potter deels, gedeeltes. Ze hebben van alles. Ze heel grappig gedaan. Oh ja. Rob, deze makkelijk. Terug, sprint trekken en springen. Een lange terug? Sprint. Ja, gewoon iets teruglopen, sprintje trekken en springen. Geen naakte poedels gaan klappen. Nee, wat de... Op die ton. Ja. Ja, nou, perfect. Nou, perfect. Nou, perfect. Nou ja. Kakplek dit weer is. Ja, heb je die... Nou ja, dat heb je net, geoefend. Heb je net geoefend, Rob. Kom maar goed. Hey Rob, heb je gezien waar ik sta? Nee, heb je gezien waar ik weer sta? Ja, daar ben ik ook al 30 keer geweest. Dat is een verschrikkelijke plek, dat klopt. Oh man, dat is een klein boekje. Yo, jongens. Wie verzint dit? Ik bedoel, als je hoogtevrees hebt, is het al geen pretje dit? Maar Rob, let's go. You've done it before, you can do it, man. Never give up. Nee, dat klopt. Ik ga denk ik echt maar aan de drank, want... Nice, welke ga je pakken? Ik denk dat het maar een Hertog Jannetje gaat worden. Lekker, man. Het geeft wel iets rust, hoor. Of ik zal de Jägermeister gelijk aan mijn bek zetten, maar... Je mag ook wel even... Nee! Oh, you don't do that. Nee, Jappa. Nou ja, hey, één ding. Het is gelukkig nu buiten niet heel warm. Nee, moet je nagaan dat je dit spel doet met 35 graden. Ja, slecht voor mijn hart, zegt Adriaan. Moet je nagaan hoe mijn hart af en toe tekeer gaat. Echt. Nou, ik zal even kijken wat mijn hart... Zullen wij zo meteen op onze blote reet buiten gaan rennen, Rob? Gewoon door de straten. Ik heb daar eigenlijk meer zin in. Ik denk dat de buurt mij heel raar aan staat te kijken. Al die oude mensen voor het raam, gordijntjes open. Ja, ze zullen wel raar kijken, maar... Oh, mijn hartslag is 95. Oh. Oh. Easy peasy. Speed. What the fuck is dit nou weer, jongens? Nee! Oh. Ja? Ja? Hallo, glimmende bal. Hoe is het? Ja, mijn glimmende bal zit beneden. Dat klopt. Nee, oh Rob, ja, die is iets verder naar beneden nog. Die komt er zo aan. Als je even geduld hebt, een paar minuutjes, dan is hij er. Hij heeft het aardig onder de knie. Hij heeft al een paar uur iets geoefend. Daar moet je springen. Ik had al zo'n vermoeden dat ik hier moest springen. Lekker op mijn schaakspel lopen. Oh shit, dit is heel glitchy. To all the foolish, happiness from madness. To all the smart, woe from wit.
Oh, ik denk nu valt alles naar beneden, maar het valt mee. Ai, 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 ai. Die schaakstenen zijn verschrikkelijk. Hier moet je ook nog snel zijn, Rob. Want je glijdt er gewoon constant vanaf. Let's go! Wat zie ik hier? Hersenen. Haha, lekker. Ah, voor welke voetbalclub ben je? Ik ben voor FC de Kievieten. Barneveld. Voorthuizen. Bij de UFO is ergens het einde. Ik zie wel een ja-knikker, maar ik knik op dit moment meer, schud meer nee dan dat ik ja-knik. Ik wou dat ik ja-knik! Waarom klimt hij de fucking boek niet op, jongen? Klim de fucking boek op! Klim de boek op, jongen. Maar kapot, man! Black Eyed Peas. Man. Reclame, mooi. Je bent al langs aan het turnen, zie ik. Ja, Clancy? Go with the flow, hè. Je weet wat ze zeggen. Never give up the dreams. They once told me. Ha, jongen, waar moet ik nou weer heen dan? Laat maar raden, ik moet boven die bal landen ergens. Wat zit daar voor slinger in de lucht? Ik wil hertog Jannetje. Oh. Waar moet ik heen? Kan iemand me vertellen waar ik heen moet? Ik zie hier een bed. Nee, je gaat niet naar dat bed. Nee. Nog verder uitlopen op mij. Ik zie ook bedden. Ik neem dat risico ook niet. Ja, maar Rob, ik zie niks anders dan alleen een bed. Oké, dan pak het bed. Holy shit, jongen, ik ga vet hoog! Oké, dit is wel echt veel hoger dan ik dacht. Oké. Dit bed brengt mij inderdaad naar een bepaalde plek, maar ik ga dat helemaal niet doen. Het is goed met je risico's. Het is goed met jullie risico's. Grap de bed springen, dikke balzak, joh. Jimmy, wat zeg jij? Ja, weet ik van wat jij zegt. Wat zeg je? Ik zie niet wat jij niet ziet. Ik zie wat jij niet ziet. Ja, nee, het is goed. Ik ga deze route hier lopen. Wat is dit? Kan ik hier naar beneden? Dit is echt geen pretje om hier naar beneden te springen. Oh. Ja, je moet op het randje van het bed landen, dan kun je verder komen. Ja, dat weet ik. What the fuck? What the fuck? Ah! Hoe doe je je beeld weer anders? Ik heb op een of andere manier een toets ingedrukt dat mijn beeld anders is. Camera is voor mij C. Maar nee, first person is dat. Moet je even escape per settings kijken. Een dinosaurus komt in één keer aangerend. Een T-Rex was dat. Holy shit, jongen. Hey, Mario. Mijn reactievermogen is toch al bagger. Dus een biertje erbij. Had je maar moeten luisteren. Nee, dit is goed. Dit is goed. Ik ben verder nu. Alleen ik moet even weten hoe ik mijn first person weer uit kan zetten, want hoe dat kan dat nou? Ik zal even kijken voor je. Dat is Ctrl Hold C. C is oh, Hold C. Oh. Uit spanning had ik C ingedrukt. Oké. Nou komt er niks meer? Nee, oké. Mooi. Hebben die ook weer gehad? Leuk. Leuk grapje. Even een...
Wat is het makkelijk? Gadver, hoe moet ik daar komen? Nee! Waarom springt hij zo gigantisch hard, die zaadbal? Oh, wat is dit? Oh, dit is het. Ik ben er. Oh, yes. Thank the Lord. Oh, waarom moet dit zo smal? Oh, man. Yo, wie verzint dit? Nou, dit is echt... Ik kan niet eens op het ijs staan, man. Oh. Oké. Ik moet dus nu klimmen via deze eieren. Dit is fantastisch. Oh, dat doe je goed. Oh, nog één. Heini. Hey, Heini. Is Heini er? Heb ik zoveel verdriet in mijn ogen op de stream? Oh. Ik denk, die raakt helemaal uitgedoos van dit spel. Ja, 3 liter zweet. Uitgedroogd. Ik voel me ook een soort uitgedroogd pinnenpunt. Uitgedroogd. Kom, ik hoop dat je valt. Chill, dit is ook een experimentele test om te kijken, om te zien welke mensen nou echt heel sadistisch zijn in de chat. Gewoon 339 mensen die kijken hoe wij lijden. Ja, dit is echt vreselijk pijnlijk ook gewoon. Ja, ik maar lijd niet, want ik sta gewoon even stil, maar... Oké, ik moet hierop klimmen. Nee, fuck! Oh man, schrik me kapot. Ja, nee, ik ben kapot. Ja. Trine, dankjewel. Veel plezier met mij. Ja, ik ben heel, heel veel plezier. Echt, wat een plezier. Oh, daar heb ik een lol. Oh my... Oh. Come on boys, we got this. Yes, okay. Niks aan de hand. Ik moet nu op dit smerige stink-ei klimmen en dan moet ik door naar dat smerige stink-ei daar. Dat ga ik natuurlijk nooit redden, hè. Oké. Ah, je bel. Nee, Rob, ik ben heel negatief op dit moment. Dit slaat echt helemaal nergens op, maar dit... Je valt alleen maar. Elk ei glijdt vanaf. Oh! I got it, Rob. Nee! Oh my, wat is dit voor kakkegel? Dit meen je niet. Dat is eentje ingesmeerd met vaseline. Ai. Oké. Ik moet gewoon in één keer door. Oké, hier kan ik pauze houden. Nee! No! Oh! Oh! Dit is goed te doen. Het is leuk. Het is gezellig. De sfeer zit erin. Ik had misschien liever dat bed willen pakken. Weet je wel? Maar dat bed gewoon. Oh my god. Nee. Oeh. Proost. Jimmy. I don't know, man. Ik gok als ik val zo meteen. Dat ik niet heel veel zin meer heb. Maar ik ben nog niet gevallen. En kijk Rob hier gaan, hè. Wat een strijder. He does it again, my man. Ja, ik ben weer op datzelfde piepstukje. Grrrr.
Je hebt hem, Rob. Nice! Met trots op je, Rob. Nou, ik ben ook heel erg trots op mezelf. Weet je wat het is? Dat slow motion vind ik helemaal niet fijner. Nee, maar het is wel net wat makkelijker met sturen en... Ja, ik snap wat je bedoelt, maar als ik dit hier bij die eieren dus probeer... Ja, ik ga totally de verkeerde kant op. Kijk, geen schildpadje. Dit is een verschrikkelijk ding, jongen. Je kunt stoppen op het einde van die kegel. Okay. Nee! Nee, nee, nee! Wat gebeurt hier? Oké. Wat heb jij ook weer een geluk, hè? Geluk? Dit is puur skill glitchy geluk. Kijk nou voor me. Er zitten nog 3-4 eieren. Dit is echt... Rob, waar ga je heen? Want je gaat niet naar voren. Nee! Nee. Naar voren. Ja, ja, spatie. Op ja, recht. Ik ram op die spatie. Ja. Lekker, op de rails. Lekker, man. Nice. Je bent nog in de game. Ik ben nog in de game. Ik sta gewoon weer beneden. Nee, je staat bij de station. Echt, joh. Dat valt best mee. Mijn vingertoppen doen gewoon pijn van het slaan op mijn toetsenbord. En ik krijg al commentaar vanuit de andere hoek van de woonkamer. Stil, dus ik probeer het, video's te kijken. Ja, ze kijkt naar jou op de video waarschijnlijk. Ja, moet dat wel, maar ze kan mij wel heel goed horen nu. Nou, we gaan. Oh ja, de treintjes. Ja, daar ben ik nog niet geweest. Oh nee. Oh! I got it, man! Robbie! Moet ik op de schildpad? Oh! Oh, fuck. Salute, my friends! I got it again! Ik sta op een schildpad, die vliegt, Rob. Ik weet niet of ik dit fijn vind. Oh, wat gebeurt er? Dat gaat veel te snel. Oh. Yo, check hoe hoog het is al, jongens. Holy shit! Nou, zie je daar onderin? Zie je dat? Kijk, ik zwaai. Ja, ik kan het niet meer zien. Nee, ik jou ook niet. Ik wou net zeggen, gaan we het toch niet naar het dambord weer brengen, want daar kom ik net vandaan. Ho, joh! Calm down, oké? Calm down. It's just a schildpad, oké? Het is gewoon een schildpad. Het beeld van Rob is geel, hè? Huh? Hoe kan dat? Oh, Rob, kun je even één keer C drukken, want je kijkt in één keer andersom. Oh. Zo ja. Loopt ook wel makkelijker. Moet ik hier af? Ja, ik ga eraf. Ik durf het ook gewoon niet aan om te wachten. Doeg, schildpad. Schilpie. Ja, dus ik noem hem Schilpie. Ik weet het niet waarom. Schilpie, de schildpad. Hey, Schilpie. Met mijn hoofd dwars door tak heen. I don't give a shit. Ik kan het gewoon, oké? Oké, dus ik ben nu bij Atlas. Ik heb het hier erg naar mijn zin ook gewoon. En Rob, ik heb het ook met je te doen, hoor. Ik weet wat je voelt. Nee, je weet niet wat ik voel, denk ik. Ik ben net al 10 keer naar beneden gevallen. Ja, maar voor jou is het elke keer een klein stukje. En nee, ik ben ook al wat langer naar beneden. Voor mij is dit gewoon een levensweg. Dit is gewoon... Een avocado. Ja. Wel een wat the fuck? Eentje die over datum is, zeg maar. Zo voelt het. Nou, het ligt echt aan het sprinten, want ik had het nu net ook. Mijn sprint niet aan. Pakket. Pakket. Avocado. Kopje koffie. Met een hartje erin natuurlijk. Croissant. Oh. Banket. Donut. Of weet ik hoe ze noemen. Blikkie cola. Chocoladereep. Ja, wat kan ik nou hier op die wereldbol? Banana! Oh yes. Ik heb altijd op een banaan willen staan, jongens. Ik wist dat bij de Noordpool een mega banaan lag. Ik had al zo'n vermoeden. Ik denk, op de Noordpool weet je wel, je hoort de Noorden van, er zal daar wel een mega banaan liggen. Nou ben ik hier en ja hoor, een mega banaan. Wauw. Je snapt het niet. Nee, het is ook altijd banana for size, hè? Dus... Ja. Oeh, ik loop nu over een kam heen.
Ook leuk. En een zonnebloem. Dat gaat samen natuurlijk. Dat gaat samen. Lippenstift. Oh. Oeh. Ah, ik denk dat ik hem wel 19 minuten kan halen deze hoor. Jawel. Als jij... Nu weet je de weg. Ja, ik kan gewoon één keer omhoog lopen. As one monk said, it's easy. Ik... Een douchekop. Een douchekop. Oh. Oh. Nee, vrouwen in de chat, dit is niet een Satisfyer, dit is een massage. Dit is voor een massage. Je kunt er van alles mee masseren natuurlijk, hè? Dat ligt aan jullie zelf. Oké, een hete peper erachteraan. En, hey Adriaan, kijk eens even aan. Je flesje Merlot. Hé, gadverdarrie, een potlood weer. Kunnen ze het nog smaller maken? Jeetje man, mijn voeten passen niet eens meer op. Oeh. En een vis. Nou, White Tiger, kijk eens. Een vis met een winterpeen. Helemaal jouw gerecht. Oh. Pillow! Oh. Aardbeidjes. En die ziet er echt goed uit ook qua details trouwens. Die aardbeien lijken net echt. Maar gewoon een texture. Want ik stond net beneden. Toen ik eenmaal een keer, toen ik voor de tweede keer beneden was. Ja. Oh, ben je wel twee keer beneden geweest? Ja, ik ben al twee keer beneden geweest. Toen zaten er ook mensen op de randje van een muur. En die leken ook echt. Dat leken net echt foto's. Oké. Okay. Dus ze hebben wel stukjes echt mooie details erin. Oh my fucking. Oké, een stiftje. Oh my Oreo. Nou, een bed. Daar, in the middle of nowhere staat een bed. En let op, White Tiger zo meteen. Hey Kromo, pak dat bed man. Hey, veel sneller, pak dat bed. Hoe kom ik daar? Nou ja, om hoger te zijn. Ja, volgens mij kun je op die groene wolk kun je maar staan. Even puff hoor. Ja, nee, maakt niet uit. Ik ga echt goed. Oh, hotdog. Ik wou dat ik jou was. Lekker chillen in de lucht. Oké. Moet ik nou op een tandenborstel gaan klimmen? Oh my. Dit kan toch niet, jongens? Een lolly? Oh! Hey. Ik haat lollies. Ahoy, landrotten. We komen nu in de piratenleerwereld, jongens. Kijk. Dit ziet er goed uit. Piratenwerelden zijn altijd goed. Arr. En ik weet dat er ook trolls in zitten. Want ik had laatst een video gezien van iemand. En die liep ergens. Die sprong op een pizzapunt. En die pizzapunt viel naar beneden. En die was done. Oh, lekker. Ja. Nou, maar gelukkig ben je dan pas 2-3 uur bezig. Dus dan is het wel lekker als je nog een keer naar beneden valt. Hey, Biesbaudi. Oh. Yikes, jongen. Nee! No. Oh, die boom saved my fucking ass. Oh, wat heb. Ja, pak het petje maar weer. Ah nee, dan moet ik weer die kakeieren doen. Nee, ik mag weer over die ijzeren balk heen lopen. Nee, dit is een tricky part, Chromo. Dit is een tricky part. Ja, waarop loopt is easy. Dat is wel makkelijker. Ja, het is wel makkelijker, maar... Maar weet het probleem is, ik loop daar gewoon lekker. Hé, wat is dit? Wow, yo. Ik hoor de magnetron aangaan. Ja. Huzarensalade? Nee, Femke is thuis. Ah. Pizza. Pizza. Lekker hoor. Pizza. Nee jongen, ik heb echt het gevoel dat ik hier echt een half uur geleden ben geweest. Dit zijn sukke tricky dingen gewoon. Nou, ik weet nu wel wat ik moet doen, maar toch. Vreselijk dit. Ik ben echt gewoon, ik ben echt...
Ik ben echt verdrietig. Nou ja, ik ben teleurgesteld. Wat dan? Nou, dat ik weer dat geweldige stukje mag doen. Oeh. Maar die ga ik nu helemaal weer in slow motion doen. Oh man, ik moet weer al die boeken omhoog klimmen hier, jongen. Dit is echt vreselijk. Vreselijk, knipoogje. Welkom bij de Chromo Family, super bedankt voor je support. Gehaktbal. Mag ik even een welkom in de chat voor de nieuwe member hier bij de Chromo Family. Thank you so much, knipoog. Super bedankt voor je support. Thank you very, very, very much. Wat een welkommetjes, hè. Niet te geloven. Oké. Okay. Oh, ik moet weer bovenop die Atlantis. Nee, joh. Ja, joh. Ah, dan wil ik bijna dat bed pakken, hè. Maar is dat bed makkelijk, jongens? Is dat bed makkelijk? Is dat een goeie om te doen? Ah, oh, nee. Oh. Is dat bed makkelijk? Ja, easy. Ja, vast wel. Neem het bed en spring meteen naar Atlantis. Ja, jullie praten wel heel makkelijk erover dat het heel makkelijk is. Soms iets te makkelijk. Ja, het is blijkbaar heel makkelijk, Rob. Ja, ik ben waar is Wander, vraagt ook iemand. Dat vind ik wel leuk. Die zit naast mij, zie je hem niet? Ai, 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 jongen, dit meen je niet. Echt weer helemaal hier omhoog klimmen. En dan kan ik hier van het bed afspringen, of de bed opspringen en dan gaan. Oké. Oké. No! Maak jij het even spannender dan het is? Gozer, heb je maar gezien? Nee. Ik sprong ernaast. Ik sprong er gewoon compleet naast het bed. Maar toen landde ik precies op een randje en toen haalde ik het weer terug. Gelukkig. Oh man. Zweet brengt me uit. Zie je, dit bed is gewoon puur poep. En ik heb skills dat ik net weer ergens op kom. Henk Stoep, het is bedtijd, jongen. Het is echt bedtijd. Oh, man. Oh. Jimmy, ik weet nooit hoe lang ik doorga, man. Wat is dit? Ja, ik ga bijna liever weer voor safe. Ja, ik zou ook bijna voor dat bed gaan daar, maar... Oké, probeer nog één keer met de nadruk op één keer. Wat? Ja, dat bed. Oh, jij? Ja, ik ga een bed proberen. Ja, weet je, dit is een shortcut. Als ik hem haal, haal ik hem. Maar als ik hem niet haal, dan val ik naar beneden. Ik ging net te ver. Dus ik moet nu niet te ver gaan. Oh, kan ik gewoon in één keer omhoog lopen? Oké. Oh, come on! Oh, yes! Got him! Die banaan heeft me gered hier. Let's go! Got him, Rob. Let's go. Het is allemaal zo oneerlijk. Nee, Rob, het is niet oneerlijk. Ik doe het gewoon, weet je? Ja, ik ook. Ja, pak de bed dan. Oh. Nee, dit is gewoon een verschrikkelijk stuk. Dit is echt een verschrikkelijk stuk. Stupid fits! Ah! Stupid video's. Dankjewel, thanks voor je support, jongen. Super bedankt voor je sub. Mag ik even een welkom in de chat? Ook hier. Voor stupid video's. Stomme video's. Altijd goed zo'n banaan. Zit een beetje vitamine C in, Adriaan. Hè? Waar je er allemaal wel niet mee kan. Hoppa. Hoe gaat het bij jou, Rob? Zit je een beetje nou, in de film? Ja, het gaat een beetje in slow motion. Oké. Okay. Want dan gaat het op mijn tempo. Nou, dat is geen probleem, Rob. Want als je slomen gaat, kom je er ook wel. Oh, voor fuck's ziek. Oh, jongens. Oké. Laat me heel even ademen. Stupid video's, dankjewel. Knipoogjes, super bedankt voor de support. Proost, jongens. Nee.
Nee, nee, nee. Hé, hey, je hebt hem, Rob. Nice. Ja, ja, nice. Easy, ja. Of niet? Ja, easy, man. Kijk, ik ton er weer naar beneden. Waarom? Nee, je bent boven. Nee, hij donderde weer naar beneden. Ja, gewoon nog een keer. Dan zit je net op die edge. Ah. Oh. Aardbeibakje. Oh. Oh. Waar viel ik net naar beneden ook alweer? Oh nee, die octopus heb ik al wel gelopen, hè? Ja. Oeh. Ja, dit is helemaal kak. Oké, octopusje. Oké. Focus. Focus, focus drink heb ik nodig. Oh, dan kom ik weer bij die kak-Oreo's. Nee. Ah. Oh, wat leuk, leuk. Ik weet niet meer naar ik naar beneden viel, maar ik vond het echt niet leuk. Ik ga even wafels maken. Oké, succes. Oké, Oreo-flesje. Wat is dit, joh? Oké. Ik ga even wafels maken op mijn laptop. Nou, dan kun je ondertussen op mijn zwanig doen, man. Yo. Is het zo erg? Nou ja. Je herinnert je nog die assen dat ik opstond en dat ik zo'n hele mooie afdruk op de stoeltje zag? Ja, je zag een grote en een kleine. Het was echt zo'n vader, zo'n zoon, zeg maar. Ja, ja, ja. Nou, ik denk als ik nu opsta dat mijn stoel ook nat is. Oh. Ja. Oh, man. Yo. Oh. Oh, ik ben weer bij het piraatschip. Oké. Okay. Ik weet niet of dat een goed teken is of een slecht teken is, jongens. Oké, okay. Ik concentreer. Dit zijn echt even van die momenten dat ik even moet concentreren. Deze game. Vooral hier op het einde. Ging het net fout hier? Hier ging het net fout. Okay. Maar dit is ook echt een heel moeilijk stukje. Want die tonnen zijn glad. Oh. Oh. Nee, nee, nee. Nee, nee. Oh. Oh. Oh, wat een nare ton was dat, hé. Voor mij heb ik mezelf ook wel eens een keer zo'n gek zien springen. Oh man, ja, de tonnen zijn glad. Dat is vreselijk. Let's go! Aye, aye, Captain! Sails! Weet ik veel, omhoog. Sails omhoog. Oh, je gaat ook echt varen ook. Ja, sailing the man. Ze hebben deze game ook gemaakt. Ze dachten van, oh, in de lucht. Ja, laten we nu nog even een piratenboot doen met water. Ja, we zitten nog niet hoog genoeg. Hè? Bij die boot daar ergens zou er een bed zijn. Ja, het is goed met je bed. Het is goed met je bed. Laat mij nou lekker varen. Hi, hi, landrotte. Kroompie komt eraan. Hij heeft er zin in. Hey Rob, jij kan het ook, jongen. Kom op. Ik heb vertrouwen in je. Hi, hi, Captain Kroopie. Hi, hi, Captain Femke. Dit ziet er leuk uit, jongens. Dit ziet er leuk uit. Ik zit weer vol volle moed. Ja, mooi. Kan wel zijn dat ik hierna gewoon een maand niet meer live ben naar deze game. Maar hey. Je moet er wat vol volle moed gaan we weer lekker door. Heerlijk. The summer is magic. Hallo, heilige steen. Wat leuk dat je er bent. Dat eilandje met 3 palmbomen is van SpongeBob intro. Oh. Nou, dat zijn toch weer details waar we weer blij van worden. Laat maar raden, hier zit ook weer ergens een... Oh ja, dat is van de SpongeBob intro, ja, ik snap hem. Ja. Nice gedaan. We zijn al 3 uur live. Ik ben al 3 uur aan het pijn lijden. Oh. Waarom allemaal zeemeeuwen zo hoog? Want we hebben zee heel hoog. Ja, oké. Okay. Hallo, boom. Hoe is het? Ja, dit doet me goed. Dit is makkelijk. Gewoon lekker omhoog lopen. Weet je wel. Oké, okay, wie had verwacht dat ik zo ver zou komen? Ik heb de camera niet de verkeerde kant. Nee, ik had... Laat ik zo zeggen, ik had het niet verwacht. Ik denk dat ik had verwacht... Omdat je dan
met z'n tweeën speelt, dat je dan toch meer aan het ouwe hoeren bent en sneller je concentratie even kwijt bent. Ik had niet verwacht dat je zo hoog zou komen. Nou ja, ik heb ook geluk gehad met naar beneden vallen tot nu toe. Is dit een kanon waar ik in kan gaan, jongens? Ongetwijfeld. Dit ziet er echt uit als een kanon waar ik in kan gaan. Oh! Jij fucking... Nee, dit moet. Dat was de route. Ja, dat was de enige route. Oh. Nee, dan vergeef ik het je. Wat een... Wat? Holy shit, hier valt een stuk ijs naar beneden, man. Oh. Oh nee, wacht. Nee. Nee, 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 nee. Dit... Oh. Oh, wat ziet dit er raar glitchy uit. Oh. Laat me raden, dit ijs gaat naar beneden vallen. Dit ijs valt wel, dus pas op. Dit ijs valt wel, dus pas op. Oké. Okay. Nou, ik ga even wachten, even kijken. Oké, okay, dus ik moet in één keer door. Nee, nee. Oh. Let's go. Vuile Lino, jongen. Het is Mark hier en we zijn hier weer met een nieuwe video. Je hebt maar één map, Master Marvin, Master Civic. Ah. Oh. Woo! Thanks voor je super chat, man. En Lino, super bedankt voor je donaties. Lekker, lekkere timing ook weer. Fantastisch. Nou, deze motherfucker breekt ook. Valt die witte? Valt deze witte naar beneden? Want anders ga ik bam, bam, bam. En dan die witte, surviving. Nee, ik heb geen haast, Rens. Ik wacht gewoon tot ik Chromo voorbij die zie. Die witte valt. Oh my god. Oh. Let's go. Hey, Raskison, hoe is het? Ja, maar gaat goed, joh. Zeker. Ik zal even een lekker aardje geven dan, hè. Nee. Hoe heet die ook weer? Ik weet niet hoe die heet. De Eiffeltoren met space shit, mandarijnen, bevroren mango's. Precies wat ik al dacht als ik hierboven zou komen. Ai, ai, ai. Mooi piano. Dit keer geen pianogeluidjes. Nee. Mensen die dit in 19 minuten doet. Wojojojojo. Respect. Ja, echt respect. Ik zou het niet... Nee, helemaal geen respect. Dan heb ik eens... Gast, gaan we een beetje doen met je leven, man. Op mijn primo. Heb de zon op mijn primo. Ik heb de zon op mijn primo. Up the shore, not my primo. Hey Civic, thanks man, maar dat is één map. Maar, geloof mij, speel hem maar even uit. Het is best pittig. Het is niet dat je die even in één keer doet. Hey, is dit nou een bord? Het is een UFO. Nee, ze eten. Dat is Essence. Essence, die smakelijk. Is dit? Oké. Okay. Dit loopt heel glitchy naar boven, maar ik loop gewoon maar naar boven. Oh nee, gaat dit instorten, jongens? Dit is toch veel te lang, dat kan ik nooit redden. Dit gaat instorten. Okay. Het gaat niet instorten, jongens. Ik denk dat het neer gaat storten. Nee, ik ben er al. Oh, jammer. Oh. Oh! Nee, nee, nee. Oh. I'm survivor. Waar
Waarom heb ik het gevoel dat je naar beneden kan vallen? Dat kan, hè? Je gaat hier val je naar beneden, hè? Let op. Dit is het, hè? Nee, je kan hier niet naar beneden vallen. Gebeurt niet. Vuile flikkers. Echt. Wat zijn jullie klootzakken. Echt. Nou ja, lekker. Nou ja, dan heb je de stream verkloot. Top. Lekker hoor. Dat was hem. Oh, kijk eens die het verkloten. Oh, wat een nazistreek. Man. On the holy grail. Luister ook niet naar de chat. Tuurlijk wel. Ik vraag het aan jullie. Jullie helpen mij. Dit doe je samen. Maar als er dan een klote hommel zit die dit zegt. Ai. Man. Onbegrijpelijk zijn jullie. Sommigen. Is er niet te geloven dit. Maar, hey, we zijn alweer hoog. Ja, hoger dan ik. Ja, we zijn nog iets hoger. Wat een shitzooi! Je zag toch dat er niks was? Ja, maar als ik daarheen moet, misschien moet ik die mango pakken. Daarom vraag ik het aan jullie. Oh. Maar ik denk, er zijn wel leuke, aardige gasten. Die me gewoon helpen. Hoe ver moet ik nog? Daar heeft de zon op zijn piemel. Echt een naaistreek. Echt. Ik ga ook gewoon scrollen door de chat wie dat zei. Gewoon. Ik ga gewoon scrollen. Even kijken. Ik krijg stress van omhoog. Ja, de eerste die ik zei, Dirk. Oh, Dirk. Had je meer moeten lezen. Dirk, ik vertrouw jou. Je moet gewoon je mond niet open trekken als je het niet snapt. Gakbal. Echt, wat een gakbal ben jij. Nee, tuurlijk niet. Nee. Geen ban voor Dirk. Ik vertrouw gewoon de chat. En Dirk is gewoon een balzak. Maar maakt niet uit, Dirk. Goeie prank. Echt. Kan Dirk ook niks aan doen. Ik kan het waarderen. Ik kan het echt waarderen. Ik kan het waarderen. Heb je mij horen schreeuwen toen ik naar beneden viel? Bijna niet. Ik was kalm. Want ik vond dit zo'n leuk stukje. Ik wil dit graag nog een keertje doen. Begin maar bijna helemaal opnieuw. What the fucking kut, sorry. Ja joh, van je kijkers moet je het hebben, hè? Ja, zeker. Ik kan het stiekem niet waarderen. Ik kan het echt wel waarderen. Ik vind het leuk. Ah, kijk, ik ben weer bij mijn graf. Oh, Dirk hielp juist. Dus de rest heeft allemaal gelogen. Dus Dirk, jij bent de enige held hier. Moet je nagaan. Oké, de volgende keer zal ik het beter articuleren. En dan zeg ik, oké, jongens, wat moet ik hier doen? En dan wacht ik even 5 minuten jullie verhaal af. Dat is misschien wel een goeie, ja. Hey, I got this! But not this jump, oké? Iedereen ben... Nee. Maakt niks uit. Ik zou het ook grappig vinden als ik een streamer sowieso in de maling zou nemen. Ik zou het helemaal leuk vinden. Dus ik kan het begrijpen. En weet je wat het is? Dit stukje vind ik ook gewoon zo leuk. Dus ik ben blij dat ik over die boeken nog een keer mag lopen. Ah, weet je wat het is? Dit is niet heel veel hoog verschil, toch? Dit is niet heel veel verschil. Hier ben ik in 10 minuten, 5 à 10 minuten ben ik er weer. Het valt mee. Als ik nu niet val, valt het mee. Als ik nu wel val... Ja, ik had wel een paar hele moeilijke stukken bij die piratenboot. Oh. Ik bedoel, Rob zet ook door. Dus ik moet ook doorzetten. Dikke me. Ik bedoel, als Rob zo hard doorzet, wie ben ik om te klagen hier? Ah. Het heeft geen zin om te klagen, want je wordt er echt niet vrolijker van. Nee, ik ben sowieso al niet meer vrolijk.
Ik ook niet. Ik scheld morgen al mijn collega's compleet verrot. En dan gaan ze zich afvragen, waarom scheld je mij verrot? Ja, gewoon. Ik heb een spel gespeeld, die was zo zaad. Dat ik gewoon nu manisch depressief ben. Ja. Hé, hey, Tristan. Weet je waarom ik het in slow motion speel? Oh. Dat is mijn snelheid. Ja. Dan hoef je minder te doen. Dan is het wat makkelijker met sturen en dergelijke. Ja. En, ja, ik ben 2 jaartjes ouder dan Gerald, dus ja. Ja, ja, die 2 jaar doet een hoop, jongens. Oké? Okay? Ja, vergeet dat. Kan je echt hier even tekenen. Hé, hey, White Tiger, ik ga jou blij maken, jongen. Ik ga het bed weer pakken. Ik ga het bed weer pakken. En dan ben ik weer boven op Atlantis. En dan hoef ik alleen maar over die shitzooi heen te klimmen en dan ben ik weer op de plek. En dan ben ik weer back in the game. We can do this, man. We can do this, man. Come on! Ik ben nog steeds gemotiveerd. Maar dat komt omdat ik nog niet helemaal naar beneden ben gevallen. Ja, nee. Ja, maar bij jou is helemaal naar beneden vallen ook maar een kwartiertje, 10 minuten lopen, hè? Als je gewoon doorloopt. Ja, tegenwoordig wel. Ja. Maar dat bedoel ik dus. Kijk, ik moet nu gewoon 10 minuten lopen. En als ik dat heb gedaan, dan ben ik weer in de game. En dat heb ik er nog wel voor over, weet je wel. Voor die 2 uur is het een kwartiertje niet zoveel. Als ik helemaal naar beneden val en 2,5 uur weggooi. Ja, deze jongen die zegt dan van, nou, het was weer leuk geweest, hè. Misschien dat ik nog een keer een challenge wil doen tegen Mark dan of zo. Maar ik denk dat Rob ook wel klaar is na vandaag met deze game. Vermoeden hoor, vermoeden, licht vermoeden. Kans is aanwezig. Ik zeg niet dat het zo is, maar er is een geringe kans. Zon op mijn friemel! Kan ik die pakken in 1 keer? Want dan ben ik in 1 keer een stuk verder. Oh, kijk wat leuk, een windmolen. Oh, yes! Yo! Oh, ik heb echt heel veel geskipt, jongen. Oh, lekker! Let's go. Jongens, moet ik die drone pakken bij die windmolen of niet? Ja, ja, ja. Nee, drone. Is er een drone bij de windmolen? Ja, ik zie een drone onderaan de windmolen staan. Die gele ding. Ja, dat is een shortcut. Daar ga je in 1 keer omhoog. Die kun je proberen te pakken. Is die, moet je even vragen. Ja. Dirk zegt ja. Heeft Dirk vaak een jeugd gehad? Dirk zegt ja. Ik zou het doen, Rob. Dirk zegt ja. Hey, Dirk, ik geloof je. Ik geloof je dit keer. Ik heb hem volgens mij wel eens voorbij zien komen ook, ja. Nou, ja. Ah, nee! Nee! Wat doe je nou? Ja, jij hebt hem. Nee. Pak hem! Nee! Wat heb je gedaan? Kijk eens hoe het weer beneden is. Ja, nee, beneden is het weer goed, denk ik, als ze zien. Oh. Wat doe je, Rob? Waarom ga je daarheen? Je moet naar boven, hè? Ik stond nog op rennen. Je stond nog op rennen? En toen liep je er vanaf. En ik vergat mijn slow motion knop in te drukken. Jeetje, Rob, dat meen je niet. Dus toen ging ik naar beneden. Nee! Ah, Rob. Ah, nog 1 keertje dan. Ik denk dat je nog wel kan. Je hebt nu de smaak te pakken, Rob. Jullie hoeven geen medelijden met mij te hebben, hoor. Klinkt heel verdrietig. Jullie hoeven geen medelijden met mij te hebben, hoor. Hoeft echt niet, hoor. Ik zou het heel erg op prijs stellen. Als jullie allemaal gewoon even een duimpje omhoog doen, want ik zie 304 kijkers en met 241 duimpjes. Doe even dat duimpje omhoog. Alsjeblieft. Daar help je me mee. Nog geen ene donder, maar dan duik je wel omhoog. Nou ja, als maar iemand het ziet. Schiphol-Hooiland rot, ik ben weer back on the boat. Oh. Waarom heb ik het idee dat ik loop de verkeerde kant ook nog op? The only way is up. Up, up, up.
Maar Rob, hoe vind je deze game zo, het beginstuk in ieder geval dan? Hoe vind je dat? Nou, ik gaf net een 8. Ik ben afgezakt naar een 7. Oh. Ja, ik sta nu lager dan net, hè. Doe je het goed. Ja. Man, wat heb ik. Ik zeg, oh, we kopen deze game. Zet een record neer. 18 minuten. Nee, ik moet dat hele ijsgedeelte weer opnieuw doen trouwens. Dat heb ik allemaal met geluk gered net. Is er een shortcut? Ja, die droom bij die windmolen. Ja, dat zal wat zijn. Dat er gewoon één ding is en in één keer naar boven gaan. Ergens een invisible plekje. Je moet nu springen op het kanon, niet klimmen, dan vlieg je hoger. Dan kun je van boven het ijs landen en dan met een champagnefles nemen. Dan vlieg je zo naar de shortcut. My man, I'm gonna try it, okay? Ik wil alvast mijn excuses maken naar de buren. Alle mensen die ik gehoorschade heb... Hey Dirk, voel je... Ja, even tussendoor snel. Dirk, voel je vooral niet schuldig, hoor. Ik vind het helemaal niet erg. Maakt helemaal niet uit. Dus nee, je hoeft geen lid te worden, joh. Keine problemen, jongen. Ah, nee, Rob, jij mag nog even je buur nog een keer. Want ik vind dat ze het wel een dubbele verdienen. Nou, die zijn zo oud, die kijken toch niet. Die denken alleen maar bij zichzelf van, die wordt weer in elkaar geslagen. Excuses aanvaard. Ze zitten gewoon naar je te kijken. Oh, wat leuk, wat leuk. Ja, ze zijn groot fan van jou, Rob. Nou ja, ik niet van hun. Ja, hier nog eentje. De buurvrouw zegt ook, Rob, kun je even herhalen wat je zei? Nou, nee, laten we dat maar niet doen. Mijn oma is net dood gegaan door je geschreeuw. Nog oké. Okay. Ik zei, Rob, een tandje minder mag ook wel. Oké, ik ga hier nu in en dan moet ik dus bovenop landen. Huh? Ja, doe maar even. Ah, potverdikke me, jongen. Oké. Niks aan de hand. Ik moet dus iets opzij. Oké, iets opzij. Oh, nog een keer. Oké. Even kijken. Nee. Kan ik gewoon weer naar beneden vallen? Ja. Ja, ik ook. Oké. Ik moet eromheen en dan boven op het ijsblok boven. Ja. Ik snap hem. Gaan we doen. Ik ben pro. Net zoals Rob. Ah, nee! Nee, ik wil naar beneden. Goh, als hij niet wil klimmen, dan klimt hij. En als... Ik druk niet eens spatie in. Nou, dat heb ik nou ook elke keer. Oké, iets naar achter. En dan naar voren. Kom op. Kom dan! Ga dan hier in de boom vastzitten! Ja, yes, let's go! Oké, op de champagnefles hoor ik net. En waar kan ik dan heen? Naar die wereldbol daar? Of waar moet ik heen? Op de kurk? Ja, dat snap ik. Maar waar moet ik dan heen? Moet ik dan naar die Eiffeltoren? Of, want ik heb liever dat ik in één keer verder vlieg nog. Ja, naar boven. Ja, het spel is ook only up. dan ga je knijten ver, dus eilanden ontwijken. Oké. Ik ga knijten ver. Ik zeg niks, ik weet het niet. Nee, dan is het goed. Oké. Here we go. Shit. Nee. Oh. Oké, op de vleugel. Oké. Ik ben tevreden met de vleugel, oké? Kan ik nog terug naar de kurk? Ik kan weer terug naar de kurk. Oké, ik ga proberen terug naar de kurk te springen als het lukt. Ik ga terug. Ik ben wel goed in dit soort games. Easy. Oké. Ah, paté. Oké.
Niks aan de hand. Zie, ik ben weer terug. Ik wil eigenlijk wel op dat baantje landen waar ik net was. Dat was ik wel, dat was wel een mooi plekje. Oké, dit dingetje is hier echt puur voor gemaakt. Ho Toma! Oh nee, ik sta weer heel erg fijn. Oh nee, hoe moet ik dit halen? Nee, wat is dat nou?! Oké. Niks aan de hand. Je moest naar boven, niet naar beneden. Ik kon niet naar boven, was dicht. Nee, White Tiger, maak zelf wel uit. Oh, even. Ga jij nou weer zeggen? Op mijn primo. Heb de zon op mijn primo. Het is nu alleen een shortcutje pakken en een shortcutje. Dan ben ik er weer, dus het valt op mij. Even de focus houden hier. Hier, kijk eens even aan. Ja, dit gaat goed. Oh, echt. Ja, oh. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. Hey, Master. Ja, ik zou zeggen, haal hem en probeer hem te halen, zou ik zeggen. You go, girl. You go for it, man. Misschien kun je wel speedrunnen en dan haal je hem in één keer. Ik doe wat rustiger aan als je het niet erg vindt. Ik vind het een relatief pittige game. Relatief. Ik vind hem niet het makkelijkste spel ooit, zeg maar, wat ik heb gedaan. Er zitten een paar hindernisjes in die ik denk van, nou, die zijn wat aan de lastige kant, hè? Rob, vind je ook manier? Nee, jongen, het is allemaal easy. Ik zit gewoon elke keer opnieuw te beginnen, want dan kan ik hem de volgende keer speedrunnen. Ja. Want dan weet ik precies waar ik moet springen en waar ik moet lopen. En daar doe ik ook alles in slow motion, want dan neem ik het beter op. Nee, dat snap ik ook wel. Ja, ik vind dit gedeelte zo leuk dat ik hem nog een keer doe. Doe hem even drie keer, dan heb ik hem een beetje door, weet je wel. Ja, ik doe die buizen hier, heb ik al voor inmiddels. Ja, Rob vindt de buizen heel erg leuk. Dat begingedeelte vindt Rob gewoon erg leuk. Echt. Nou, en dan is ook mijn tip, Rob, aan jou, weet je wel. Lekker doen. Lekker doen wat je leuk vindt. Echt. Die eerstvolgende die zegt, oh, dit is easy, jongens. Nou. Ja, echt. Gelul, jongen. Die gasten die kunnen het ook niet. Neem het op en zet het op de Discord. Ja, unedited. Okay. Ja, ongeedit, want dat kunnen we wel zien. Ga hem halen, ongeedit. En dan meteen opnemen vanaf je eerste keer. Niet gaan zeggen, oké, ga een week oefenen en ik weet de shortcuts allemaal, want dat zien we direct. Als je alle shortcuts pakt, dan weten we ook meteen van, oké, deze gozer heeft de game al vaker gedaan. Ja, dit is de tweede keer dat ik het spel op heb gestart. Hè. Vanmiddag heb ik hem gestart. En je hebt de zon op je piemel. En ik heb de zon op mijn piemel inmiddels weer, ja voor de zoveelste keer. Kijk, kom op. Oh. Ik ben zo blij dat ik dit weer heb, hé. Oh, oké. Kijk, zie. En als je die shortcuts hier maar een beetje pakt, dan is het te doen. Dan zie je het, dan haal ik het wel. Dan gaan we gewoon lekker door hier. Dan zijn we zo weer op de plek. Het is die champagnefles die me even naaide. Nou, die champagnefles ben ik binnen een paar minuten. Nog gevallen? We zijn nog niet echt... Nee. Nog niet echt ver naar beneden gevallen, laat ik het zo noemen. Nee. Rob is een keer gevallen, een keertje, een stukje. Nee. Maar die heeft nu echt wel de vaart erin zitten ook. En die komt er wel. Toch, Rob? Niet daarop... Ja, kom er wel. Oh. Oh, man. Nou, ik ben weer bij de piratenboot. Let's go!
Hier waren we letterlijk ook nog even net. Dus op zich, het valt mee wat ik weer kwijt ben aan tijd. Het is te overzien. Het is te overzien. Allee, shit. Ja, dit is echt een verschrikkelijk punt trouwens. Ik kijk heel even naar jouw stream en ik donder gewoon weer bijna naar beneden. Nee! Ik wil wel even kijken hoe jij naar beneden dondert. Nou, dit is echt gewoon weer datzelfde punt waar ik net ook was. Weet je, het is 5 minuten. Maar het is weer 5 minuten van je tijd. Ik word er gewoon een klein beetje depressief van. Ja, een klein beetje. Een klein beetje. Nou, ik ben blij dat ik weer over die kakboek heen mag komen. Nu komt White Tigers. Kom maar gewoon. Wakker worden. Chik. Niet vallen, hè. Op een of andere manier, als jullie doneren, dan val ik of erop valt. Eén van de twee is dan op dat moment aan het vallen. Jullie voelen dat op zo aan. Ik weet niet waar dat aan ligt. Maar jullie voelen dat op een of andere manier aan. Oh ja, jongen. Echt. Ja, ik ben ook echt gewoon de speedrun aan het doen, dat lijkt het wel. Ik loop gewoon omhoog omdat ik het al zo vaak heb gedaan. Ik vind het zo'n leuk stuk. Gewoon even één keer doen die boeken hier. Weet je wel, het is echt, ik heb ook echt zweetpoten, jongen, echt. Echt, joh, het loopt gewoon onder mijn oksels vandaan, zo via mijn zij, zo mijn bokser in, zo via mijn an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 as. Ja, ik heb een rioolpijp onder mijn stoel aangelegd om gewoon het zweet af te kunnen voeren. Dat is een hele goeie, inderdaad. Oh. Het is echt verschrikkelijk. Maar Brian, ik ben niet gevallen. Oké, wel. Ik zal ook even een keer zo'n buisje eronder leggen. Ja, verstandig. Helpt echt serieus. Nee. Oh my god. I'm fucking done with this game. Echt. Ik ben echt klaar mee. Hey, daar heb ik je eerder gezien, toch? Ja, ben je wel eens eerder geweest, Jarop. Hier zit namelijk een bed ergens. En die moet ik hebben. En dan kom ik op het hoofd en dan ga ik weer door en dan... Eigenlijk is het niet zo heel ver. Maar dat is de hele tijd het probleem. Ja, yo! Weet je, op het duur raakt die concentratie gewoon helemaal weg, hè? Dan word je echt gewoon depri. Nee. Ik ga straks jankend zitten in een hoekje en... Oh. Ja, ik denk dat ik... Ja, wat ga ik doen? Nee, kom op. Oh. Dat meen je niet. Moet ik alsnog weer hier omhoog klimmen. Jongen. Hè? Nee, ik kan het niet halen. Yo, Lennart! Het valt mee hoe ver ik ben gevallen. Ik ben weer terug bij die... Sometimes it's hard to choose the right path. But don't be afraid. You can always repeat. We learn from our mistakes. Hey, ik zei het. Donaties en vallen. Zal ik je wat vertellen? Als ik omhoog kijk, hè? Ja. Dan kan ik jou wel zien in de snelweg. Oh, Rob, zal ik even naar je toe komen, jongen? Nee, hoeft niet, hoor. Oh, gooi. Hey, Rob, waar ben je? Ja. Surprise, single player. Oh ja, dat is waar. Oké, waar is die windmolen? Ik ga even bij die windmolen landen.
Waar is die windmolen dan, die drone? Ja, die staat naast de windmolen op de grond. Welke kant? De linkerkant. De linkerkant van de molen vooraf. Kun je kijken? Nee, want ik zie de windmolen nu niet. Nou, ik kon hem zien. Oh. Nee, is dit niet... Zijn er meerdere windmolens? I don't know. Nou, ik zag echt bij mij op de map volgens mij een drone ernaast. Oh. Hey, Kromo, hoe gaat-ie? Nou, Biesbaudia gaat goed, joh. Het gaat goed, joh. Ik heb echt naar mijn zin ook gewoon. Gewoon leuk, gelachen. Met een fantastisch spel. En ja, gewoon genoten vooral. Vooral genoten. Vooral veel genoten. Gewoon lol gehad gewoon, weet je wel. Dat ik gewoon lekker hoog was en dat het niet wou en dat het niet goed ging. Ja. Ja, soms heb je van die dagen, hè. Dat... Ja. Maar we hebben binnenkort toch wel een event van... Gaan we dit nog een keer doen? Nou ja, Nee. Ja, nou ja, wat mij betreft, als ik ik het best nog een kansje geven. Maar eerst even Trine en Mark, hè? Ja, nee, dat is waar. Eerst even kijken hoe wat hun ervan bakken. Welke game is leuk om te livestreamen? My Little Pony 6. Zou ik echt doen. Lennart, ja. Super bedankt voor je donatie. Kom op, Krompie, je kan het. Nou ja, kijk. Ik kan het dus duidelijk niet. Ik ben er niet voor gemaakt. We waren op 75% van de game. We waren echt hoog. Maar ik denk dat laatste stuk... Dan is gewoon je concentratie, denk ik, weg. Gewoon aan 3,5 uur. Ik denk dat je gewoon... Ik zag de top... Gewoon... Maar ik heb het niet net zoals mijn YouTube-carrière. Ik heb de top gezien, maar nooit behaald. Dus. We gingen wel lekker, op serieus. We gingen best wel goed. We gingen echt wel lekker. Ja, we hebben echt wel goed gestreden. Uiteindelijk win ik nog. Zal ik eens kijken naar speedrun? Ja, doe eens. Uiteindelijk heb ik nog gewonnen ook, want ik ben hoger geëindigd dan jij, want jij staat op de grond. Hé hey Rob, ik kan gewoon weer omhoog lopen. Ik kom je voorbij wandelen. Ja. Doe maar niet. Nee, ja, gefeliciteerd Rob, hij heeft gewonnen. Nee. Eerlijk, nee. Only up speed... Ah, kom op nou. Typ nou eens. vult die automatisch aan, hè? Only fans. Ja, nee, ja, klopt. 17 minuten heb ik hier. Oké. Rob, jou geloof ik wel. Souls Marathon? Ja. Oké, dan pak ik even het beeldscherm naar de andere. Maybe sometime after... I mean, I'll be honest, I feel like the only up craze is probably not going to last too much longer. Or I don't know. I mean, I could obviously keep grinding the game to death. So, die game loopt ook lekker bij die kerel. Microseconds, but... Once I get like an overall clean run, I don't really know if I'm gonna wanna like keep grinding the game like crazy, but we'll see. Even kijken. Nou, daar gaat hij hoor, Rob. Oh, hier, die neemt al een hele andere route dan ik nou. Find some new tech. Ik ben echt benieuwd wat deze gast doet. Maybe we need to lab another skip. Kan dat hogere kwaliteit? Is straight. Kijk, hij pakt die middelste buis. Well, to be honest. Hij gaat echt gewoon hard, joh. Run, my next oh, hij klimt hier meteen op. Insta Dragon to end. Ah. Wow, joh. Holy moly, man. Dat zijn nou niet de routes die ik zou nemen. Ja, deze routes hoef ik nooit te nemen, want ik kwam nooit zo laag. Maar... nee, hebben we allemaal een keer moeten pakken dit pad. Maar dit is dus de route, Rob. Ja, deze kun jij gaan speedrunnen binnenkort. Ja, dit stukje wel, ja. Je ziet ook zijn toetsen die indrukt. Ja. Even hij zegt ook, such a good... Hey, jij pakt een andere route. Oh! Ja, deze route wou ik ook al nemen. Maar ik zal nog te twijfelen. Ik denk, zou ik via de koffers gaan of deze? Maar hier heeft de shortcut niet zoveel nut.
Dan kun je net zo goed de koffers opklimmen, want de kans dat jij daarna springt is veel groter. Ja, dat wel. Where does the next new bed go to save another minute? Yeah, I know, right? Like, maar waarom I swear, the devs are just going to keep making the game faster. Zit, ik moet namelijk elke keer mijn tikken om een beetje opzij te lopen, zeg maar. Ho. Oh. Hey, dat wist ik niet. Holy shit, dat is wel echt een shortcut. Wacht even hoor. Oh, die is al heel snel, maar dan moet je hier tussendoor zo gaan. Oh ja. Ik had dat bed niet eens gezien daar. Oh. Kijk, de volgende keer, jongen, dan speedrunnen wij hem nu alweer, hè. Hij rent veel makkelijker. Het lijkt wel of zijn FOV hoger is. Maar dat zal het niet zijn. Deze gast is gewoon pro in deze game, oké? Okay? Huh? Ja, waarom... Hé, hey, Karen, slaap lekker. Slaap lekker, Karen. Hoi, joh. Huh? Ah, oké. Okay. Ja, maar dit is niet zo belangrijk. Hier langs oplopen, dat is prima. Ja, maar het is wel sneller. Ja, maar dat maakt mij echt niet uit. Ik ga het niet in 17 minuten redden en ook niet in 13 minuten. Ook niet in 3 uur. En wat zou ik zeggen? De developers die voegen nog bedden toe. Bed start to dus... finish. Bed only run. Oké, deze route nam ik ook 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer. 7. Maakt niet uit. Dat is een goede route. En kijk, hij doet het ook. Dus je hebt de pro-route gekozen. Ja, nee, dat is sowieso... En jij deed hem ook ongeveer zo? Ja, ongeveer, ja. Ik kan hem bij... Hij sprint over die buizen, man. Dat zou ik dus niet durven, hè? Wow, ho, waar gaat hij heen? Huh? Oké. Okay. Ah, daarom staan die bedden hier in de lucht. Kijk, Rob, deze keuze had jij ook moeten maken. Dan was je hier ook al lang geweest. Zie? Kijk, zie dat dit zo simpel, hè. Zo makkelijk. Ja, maar dit is ook hoe ik ongeveer startte net, hoor. Ja, ja. Huh? Maar weet je wat het is? Hij heeft niet de pijn en verdriet die wij hebben. Bouke, slaap lekker. Wij hebben de pijn en verdriet meegemaakt. Ja, maar waarschijnlijk heeft hij die pijn en verdriet al 20.000 keer meegemaakt toen hij aan speedrunner was. Ja, oké, okay, maar die pijn en verdriet is anders. Kijk, hij heeft het al gehaald 35 keer. Dat bed wou ik ook nemen, maar... Oh, zo! Wow, wow, yo! Wat? Ja, dan gaat wel snel... Oeh, hier verloopt die... Oeh, hier kost dit kost tijd. Damn it, dude. Ja. Can I stop rolling up that thing? Dus het kan nog een seconde sneller. Het kan nog sneller. Ja, dit heb ik ook gehad, ja. Heb je dit al gehad, Rob? Ja, dit heb ik gehad. Oh, hey, die buis pakte ik niet. Hier ben ik ongeveer. Oh, kijk, die drone zit hier. Die zit niet naast die windmolen, man. Dat is een windmolen. Oh, het lijkt zo. Oh. Het leek zo. Yo, deze brengt je gewoon... It's not sad music. Bro. Heb ik al die moeite gedaan terwijl er gewoon een windmolen naast staat? Nou, het was een beetje beeld... Wat doet hij? Wat? Hij gaat via de wieken. Holy. What? Hey Rob, hier ben ik wel geweest. Ja, je staat in bed nog. Ja hoor, tuurlijk. Ik bedoel, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? En het stort in. Ja. En dan in één keer door naar die tweede auto. Holy crap, jongens. Wauw. Dit is Distortion 2. Die gozer die rent hier overheen alsof het niks is, man. Het is easy, hè? Ja, het is ook easy natuurlijk, hè. Ja, wij hadden ook een beetje de druk van de kijkers. En ja, de ja, ja. En, ja, ja, ja. En nog steeds van 259 mensen... Oh, we hebben meer... Nee, de likes zijn omhoog gegaan. Ja, nee. Yo, maar kijk hem gaan, jongen. Hey, dit heb ik nog niet gezien. Ja, hier ben ik er geweest. Nam je ook deze route? Nee, ik nam niet deze route. Ik heb wel in de draaimolen gezeten, maar ik ga ervan uit dat deze over de trampoline gaat die daar stond. Ik zag een trampoline staan daar, maar ik had niet zoiets van deze jump ga ik nu halen. Hij denkt dat wel. Heb ik deze... There, but I was probably gonna fail if I didn't... Wat gaat hij doen? This might work, maybe. Nope. Holy crap. I got a decent one.
Een decent one is dit. Ah, het kan beter. Een decent one. Leuk, hè? Fantastisch. Ja, ja, decent. Het kon beter. Dat? Ja. Ja, ik hoor je stream, dus ik weet niet wat hij zegt. Ja, hij zei decent one. Ja, nou ja, het kon dus nog ietsje beter. Kijk, ja, het appartement. Hier beneden stond een lift, zeiden ze tegen mij, maar die pakt hij niet. Dus zie, ik pakte gewoon de goede route. Maar na een uur was ik hier ook al. Iets ja. meer, iets minder, denk ik. Half hij is 7 minuten. Ho! Kijk, dit bed kon ik ook pakken, maar ik heb de ladder gepakt. En achteraf ben ik helemaal niet zo blij. Daar ben ik hartstikke blij mee, want ik weet niet wat hij aan het doen is. Nog een keer springen. Wat? Oh ja, op die rand, dan kom je sneller of zo. Oh, hij gaat te ver. Hoe doet hij dat? Hij doet een rol in de lucht, nice. Zie je dat? Ja. We didn't get the B-hop, so we're gonna lose some time. Holy. Ja, hier ben ik ook geweest. Hier land ik ook een keer op. Niks speciaals. Hartstikke leuk. Dit is allemaal gewoon heel leuk en romantisch gewoon, hè. Dit is gewoon leuk. Hobbelen lekker door zo. Oh, ik zie nu dat hij ook de afleiding van de chat heeft, dus... ja, deze gast streamde dit toen ook, ja. Maar hij gaat hard, hoor. Hij heeft echt de vaart erin zitten. Dit is echt volle jokkelijke tokkel. Even kijken hoe ver verder het dan is waar jij was, zeg maar. Ja, dat gaan we nu zien. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Daar ben ik echt serieus benieuwd naar. Hij gaat nu hard. Oh, jalala. Hey, Civic, succes. Ik ben heel erg benieuwd naar je opname. Go voor die speedrun. Oh, jongen, kijk hem even gaan. Adam Lee is subscribed op ook nog op hem, jongen. Is niet reloaded. Nou, hier ben ik ook geweest. Dit is nog steeds geen probleem. Hier glij een keer uit. Nee, hij niet. Ik wel altijd, maar hij niet. Daar gaat hij. Moet je zo meteen één keer springen, omdat het een keer stottert. Bij hem gewoon niet. Apart. Hier klim je erop, zo. Huppatee. Hij drukt dan ook geen spatie, hè? Amper. Hij loopt er gewoon tegenop, want hij klimt dan vanzelf. Wat gaat hij nou doen? Ah. Oh, gaat weer net een stukje sneller, zo. Oeh, tijdverspilling. Oké. Okay. Cool. Oké, okay, hij vindt dit ook echt cool. Oh, je kunt hier ook op lopen. Oh, joh, ik liep helemaal op die ruggengraat zelf. Good video game. Hij lacht me ook gewoon uit nu, hè. Niet te geloven dit. Ik word gewoon uitgelachen. Uitgelachen! Uitgelachen. Time on hand. Maar hij is er nog niet. En jij bent er gewoon aan het doorproberen, Rob. Ja, ik ga nog eventjes... Instant Dragon Skip? Ik wil in ieder geval even kijken, die drone. Nou, dat ga ik niet redden, maar... Oh, wat doet hij? Hij springt in één keer vanaf daar het dak op. Holy shit, the nice. Instant Dragon Skip is hypothetical. There is a way to Instant Dragon Skip to the elevator, but not to the end. Not to the final cutscene. Oké, dan komt hij ook op de rug van... je zus. Ja, hij loopt wel over de rug van je zus heen. Like... There is a video of somebody, like a segmented run. Hij gaat op de vinger staan. From the beginning to the end, but there's no like run viable strat at the moment. Kun je dan net een stukje verder springen dan? Like it would literally ja, dat zou wel. Like, I don't know, there's just not, nobody's really labbed it. Not for like an actual run. Okay. Ik deed er geen 3 uur over. Ik was een stuk hoger met 3 uur, hè. I wanna lab it, but like, at the same time... Ja, hij is nog maar 10 minuten onderweg. Ja! Hier deed ik 2 uur over. Hij is naar... Dit is goed. We gaan lekker zo. Dit duurt wel lang als je aan het speedrunnen bent. I missed the trampoline b-hop. In my PB. Oh! Oh, joh. And I missed balloon skip. First, I was second try. Oké. Okay. Hij gaat al meteen helemaal door naar die tafel. Ik ben benieuwd hoe hij dit rent, want dit is een moeilijk stukje. Hier moet je toch wel opletten bij die tafels. Dan kun je toch niet sprintend doen, dit. Dit ga je nooit sprintend redden.
Oh. Hij wel. Hij wel. Holy moly, hoe rent hij die trap op, joh? Ho! Oh joh, hij slaat gewoon boeken over, joh. Ja, tuurlijk. Had ik al wel verwacht dat hij dat ging doen, natuurlijk, hè. Hij sprint echt snel, hè. Oké, dan klapt hij hierop. Dan gaat hij sprinten. Ja. Hier verloor hij weer een milliseconde. Oké, hier was ik ook, Rob, de hele tijd aan het kloten. Oké. Dus nou, dit heb ik wel vaker gerend. Oké, ja, maar je was al verder, hè? Ja, maar dit is wel het punt waar ik benieuwd ben hoe die het gaat doen. I messed that up. Oké, dan klimt hij daar weer op. Hij gaat de trap oprennen. Ja, en dan pakt hij zo meteen boven op het veldje het bankie. Gaat hij in één keer naar de wereldbol, maar ik sprong naar de roos. Ik ben dan benieuwd of hij ook naar de roos springt. Nee, ik bedoel, heb ik ook die mastermind gehad om naar de roos toe te gaan? Of gaat hij nog veel verder? Hij zal wel veel verder gaan. Hier verliest hij weer tijd. Bro. Oei, dat deed niet zo slom, hoor. Jeetje. Huh? Hij klimt erop. Ik zie zijn oogballen. Hè? Damn it. Rip. What the heck? No. Wee, yo. Why? Wow, yo. Oh, hij gebruikt een glitch? Ik weet het niet wat hij doet. Gaat die boot dan sneller of zo? Ja. Ja, echt insane, ja. Holy moly, man. Hoe haalt hij dit zo? Dit is echt niet normaal, jongens. En ik zit met de pielen hier. Maar dit schip heb ik ook 3-4 keer gedaan. Dus dit is allemaal nog bekend voor mij. Nou. Ik bedoel... Hij glitcht niet. Hij springt gewoon op die bedden. Dat is... Ja, dat is gewoon de game, toch? Zolang je geen andere software gebruikt en je gebruikt de game. Wat doet hij? Wow! Oh, hij glitst eruit, zie je dat? Mm-hmm. Oké, ja. Zo kan ik ook speedrunnen. Maar als iedereen dit kan doen, dan is het gewoon haalbaar. Een glitch is geen hack, hè? Nee, het is geen hack, daarom. Het is een glitchje. Het is gewoon de fouten van de game gebruiken. Wie komt daar achter? Nou, volgens mij hebben ze die glitch al gedicht, White Tiger. Oké, hier. Kanon in. Daar gaat hij. Boom. Yo. Op het ijs. Oh, hij maakt die ronding. Ah, oké. Dat loopt sneller dan, ja. Wat gaat hij doen? Hij zet hem nu op 30 seconden. FPS gaat hij naar 30 doen. Ik weet niet waarom. Huh? Kan je misschien beter sturen? Had hij nou een dubbele explosie? Nu doet hij 30 en 60 FPS weer? Wat? Thought I messed that up, bro. Kind of a pagan on the inputs. Yo, en dan kom je in één keer hier. Probably gonna lose time on Apple. Hier was ik dus, Rob. Hier had ik kunnen landen. Hé, hey, en het is 15 minuten en de challenge was 17 minuten had hij. Ja. Dus, nou, reken dat. Ik was zo dichtbij. 2 minuutjes. Dat is voor ons 2 uur. Een uurtje. Half uur. Oh. En hier heb je dus weer een lift. Waar komt hij nu dan? Ik zie nu de stad weer op de kop. Huh? Hij komt... Je bent weer op de stad. Wow. Oh. Een dolf. Ja, die heeft hij net nog niet gezien, dus... Ja, dit ziet er makkelijk uit. Dit is nogal dat je denkt van, nou, dit kan ik ook nog wel. Oh. Ja, dit is... Ja, dit is ook heel makkelijk.
Oké, die draak kan je dus van dit dol af afslaan, dat weet ik. Die kan naar beneden slaan, die Ender Dragon. Zal een beetje Minecraft gebaseerd zijn. Ja, dat had ik ook gezien van eentje. Volgens mij was het van Tim de Tatman of... Ja, die werd er afgeslagen. Ja. Maar nou, hier kun je dus gewoon op zijn rug springen, joh. Holy moly. Oké, en nu? Gaat hij gewoon naar boven. Hij springt! Op die vleugel? Wat? Ja, maar dit kun je toch niet timen? Hier kun je toch geen verstand van hebben? I don't think that's high Holy. Enough. Oh, it is. Nice. What the... Hij heeft hem? What the... 17 minuten. Holy crap. Not bad, zegt hij ook. Wereldrecord. Ah, not bad. Not bad. Eén dag geleden een wereldrecord. Er kan alweer een nieuw wereldrecord zijn. Het kon sneller, want zijn kanon heeft hij verkloot in tijd. Zie je dat? De tijden staat 6,6, dus daar heeft hij geen winst gepakt. En dan zijn er ook echt gewoon mensen die dit gewoon echt gewoon continu oefenen. Rob, zullen wij nu even een speedrunnetje proberen dan? 16 minuutjes? Nee. So, I'm just gonna mention it again, guys. You know, if you enjoyed that run, every month you get a free Prime subscription. Nou, inderdaad, and, Prime subscription. Oh, yeah. Nou, even kijken wat Rob aan het doen is, jongens. Hier, even kijken, hoor. Ja, Rob is nog aan het strijden hier, hoor. Ja, ik pak het even. Kijk eens. Weer. Rob, you're on the screen, man. Oh, yeah, man. Show us what you got, man. Nou, dit is een lift. Ja. Oh, je bent nog bij het begin. Je bent naar beneden gevallen. Yep. Oh man, jongens, doe een duimpje omhoog alvast. En ja, het was leuk. Ja. Ik heb alweer gelachen. Ja, ik ook. Gehuild, gelachen. Ik heb ook geschreeuwd. En over 17 minuten zit Rob bovenaan. We hebben nu gekeken hoe het moet. Dus daar gaat hij. 1, 2. 1, 2, daar gaat hij, Rob. Ja, Rob, kom op. Rob, wat ben je aan het doen? Daar gaat Rob de speedrunner, hoor. Daar gaat hij. Hey, maar kom op. Ja. Nee. Hey, Rob, er wordt geen 17 minuten. Nee, dat wordt 17 uur. 17 jaar. Drama. Ai. Het kanon betekent dat het zijn beste tijd was. Nee, dat kan niet. Schil. De rest was groen. En hij heeft dus wereldrecord gezet. Dus dat zou betekenen dat hij alles te sloom was, behalve het kanon. Dat zou niet kloppen. Hé, jongens. De game heet Only Up, zoals in de titel staat. Rob, lekker gespeeld. Iedereen bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie allemaal hebben gekeken. Slaap lekker allemaal vast. Droom ook gewoon lekker over Only Up. Want, hè, dat is leuk. Oh, was goud. Ah, oké. Okay. Dus dat was nog weer sneller of zo. Of dat was de recordtijd. Hij verkloot het bij de kanon, toch? Hij moest er twee keer instappen. Ik weet het ook niet meer. Hallo, Moto. Lennart, super bedankt voor je donatie. Jij even, Kroompie. Ik heb echt mijn avond mijn best gedaan. Het is niet gelukt. Wie weet binnenkort. Thanks voor het kijken. Het was leuk. Vlodder, we gaan het vast nog wel een keertje doen. Maar nu even niet meer. Ik kan het niet meer aan. Slaap lekker allemaal. Thanks voor het kijken. Lennart, mag je even een handje in de chat hier voor Lennart? Gewoon dat kan. Iedereen bedankt voor de support. Slaap lekker. Good night. Duimpje omhoog. En tot donderdag. Donderdagavond 5M livestream. Dus dan weten jullie het vast. Donderdagavond is de RP-avond. En dan gaan we leuke dingen doen. Octo is er. Johan is er. Dus het komt helemaal goed. Dus ik zie jullie dan. Good night. Now credits go in. Ik had credits. Credits? Ja. Ik weet niet hoe die credits werken. Nee, moet die via Stream Elements. Ja, nee, Streamlabs. Oh, Streamlabs, oké.
Nou, er staan geen credits. Nou jongens, bedankt allemaal voor alle mensen die hebben gedoneerd. Jullie zouden nu in beeld moeten komen, komt niet in beeld, dus moeten we nog een keer checken. Good night everybody. En sweet dreams. Rob, lekker gespeeld jongen. Ja man. Oh yeah, you touch my tralala. My ding ding dong. Oeh.